Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Thijs en we gaan het vandaag hebben over de iPhone 16, maar eerst de highlight. Nee, post. Ja, nou, dat was hem toch? Post. Ah, post. was oh, vergeten. Oh. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Arnoud en ik zit aan tafel met... Uh, waar begin ik? Thijs Hofmans. Hey, hallo. Hi, Hugo. Hallo. En Friso Weijers. Hallo. Hi. En um, we gaan het vandaag hebben over de iPhone 16 en alle andere producten die Apple deze week heeft aangekondigd. Uh, want het was, wel, het was wel een avondje maandagavond in Friese. Ja, zeg het wel. Het was weer eventjes een, uh, nou ja, het jaarlijkse iPhone-introductiemoment. Dus ja. uh, ik weet niet, hoe lang had zij nodig? Ik denk uh, langer dan uh, deze podcast zal duren uiteindelijk. Ja, het was wel... echt lang. Ja, het was echt ja. wel lang. Er zat ook veel herhaling in, mm. wat uh, ik heel fijn vind trouwens. Ik wou net zeggen, hoe lang heb je nodig om te zeggen dat het iets beter is dan vorig jaar? <laughs> nou, ik was ook thuis in het meekijken, toen zei mijn vriendin van, het lijkt wel een telcel-reclame. En toen dacht ik, ja, ja dat is wat het dat is. Dat is wat het is. Dus ja. ik wil eigenlijk in de volgende presentatie dat ze eerst gewoon een iPhone helemaal kapot laten vallen. Of dat iemand met dikke worstvingers bijvoorbeeld een typo maakt. En dat er dan iemand zegt, is dit ooit jou overkomen? Ja, en dan, en dan de nieuwe Witt, iPhone. Natuurlijk. Ja, precies. Ja. En dat je lijkt je me hebt nou eigenlijk mooi. ook twee presentators nodig. En de ene ja, die, die snapt er helemaal niks van. En precies. de andere die zegt van, oh zo moet precies. het. Ja. Wat? Wow, Wat? Kan het zo? Ja, ja. Nou, dat is een klus Amazing. voor jou volgend jaar Thijs. Sta je naast Tim worden. Apple op het podium. En ik, dan, maar uh, ik kan dat prima. Tim, dat ja, kan je wel. En arrogant Tim genoeg thuis. om dat te doen. Ja. <laughs> Klinkt als een komisch duo. Ja. Um, maar we gaan eerst natuurlijk naar de post. Er is niet superveel post. Maar er, er zijn wel wat, uh, wat leuke dingetjes. Um, de eerste is van 84 Hannes. En uh, die zei: Ik hoor in de podcast vaak de argumentatie: de consument heeft hier niks aan. Maar ik denk dat die wat korter de bocht is. Dit ging trouwens over um, uh, de blokkade van X, het voormalige Twitter in uh, Brazilië. Um, want als Braziliaan die veel op X zit, wil je niet dat X geblokkeerd wordt. En als Windows-gebruiker heb je niets aan een browserkeuzescherm, et cetera, et cetera. Maar ik zie het zo, als je de consument de keuze geeft tussen um, de korte termijn en de lange termijn, dus een, op korte termijn een goedkoop product, maar een iets duurder product met twee jaar garantie, dan kiest de consument altijd voor die korte termijn en de lagere prijs, of in dit geval dus niet geblokkeerd worden. Um, maar daarom hebben we regelgeving om garantie te verplichten en kwaliteit te stimuleren. Daarom hebben we rechters die blokkades uitspreken. Want soms en meestal moet je niet naar de consument luisteren om hem het beste te geven. Ik vond dit een goed argument, Thijs. Wat vond jij? Ik ken de discussie niet goed genoeg. Um, maar ik. Ik, ik probeer gelijk terwijl hij dat zegt over uh, een, een goedkoop en duur product, maar dan een duur product met extra garantie. Ik probeer even die link te leggen met, met CoolBlue, of dat een redelijke vergelijking is. Ik koop redelijk vaak namelijk iets bij CoolBlue, omdat ik weet dat hun, hun uh, retourbeleid gewoon veel relaxter is en dat ik niet door de pijn heen hoef van een random bedrijf dat zegt ja, maar je moet het opsturen per per, per GLS en dan haak mm -hmm. ik al heel snel af. Dus dan kies ik er al snel voor om naar Coolblue te gaan ondanks dat dat duurder is. En ik weet niet of dat een dit een goede vergelijking is hiermee. Dit is een maar, soort tegenargument tegen wat hij zegt? Ja, een beetje wel, denk ik, als, als 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 dat de kern van zijn argument is. Ja. Maar goed, als je het dat is natuurlijk N is 1 en dat is niet helemaal redelijk om om één anekdotisch ding te vergelijken met wat de consument wil als heel breed. Ja, klopt wel. Ja, en je kan het ook op meerdere manieren lezen. De consument heeft hier niks aan. Als je hier over dit concrete voorbeeld hebt, over dat ja. X in Brazilië ge geblokt wordt. Ja, voor de gemiddelde Nederlandse gebruiker is dat niet zo spannend en interessant. Maar als je het hebt over de internationale beweging en wat het betekent voor X. En dat zij ook het besef hebben, oh, dit kan ook in Brazilië gebeuren, maar misschien ook ergens anders. Dus we moeten wel serieus zijn. Dus hangt er vanaf hoe je het opvat, denk ik. Dat denk ik ook. Ik denk wel dat je een goed punt maakt, Thijs. Maar ik denk ook wel dat hij gelijk heeft dat op het moment dat je de keuze hebt. Um, want als iedereen altijd zou kiezen voor de optie met garantie, dan waren wettelijke regels rond garantie niet nodig. Nee, dat is waar. Ik denk inderdaad, over het algemeen zullen de meeste mensen kiezen voor. Zo goedkoop mogelijk. En daarom ja. ik, ik denk dat garantie is misschien nog niet één ding, maar veiligheid bijvoorbeeld ook. Ik bedoel, er is een reden dat wij eisen dat alle batterijen veilig zijn die overal in zitten. Ja. Omdat als het goedkoper is om een, om een niet gekeurde batterij te gebruiken, ja, dan, dan kies ik dat wel. Terwijl dat misschien wel niet veiliger is. Zie je het uh, geweldige product van Jelle gisteren? Uh, ja, dat dan weer wel. Wat was <laughs> ja. het product van Jelle? Uh, dat was de, hoe heette die ook weer De Ace Magic. De, oh, de, de laptop, met laptop met twee ja. schermen. Uh, ja, die helaas een batterij of een accu, moet ik zeggen, bleek te bevatten Dank zonder CE-keurmerk. Ja, e ja. ja, zonder CE-keurmerk. Dus uh, ja, en er waren ook mensen in de comments die wel terecht zeiden: van kijk, uh, zo'n accu, daar moet je niet mee, uh, nee. moet je niet mee gaan stoeien met de veiligheid. Nee, daar, daar zit over. wel wat in. En als je inderdaad alles helemaal maar aan de markt overlaat, ja, dan, dan kiest er natuurlijk niemand voor een veiligheidskeurmerk als dat goed of duurder wordt. Hm. Want inderdaad, ik denk dat het overgrote deel van de mensen nog steeds voor goedkoop kiest. Dan ja. denk ik, zal mij de tijd wel duren. Deze pijn heb ik ook wel eens gevoeld. Want dan wilde ik de accu vervangen van mijn telefoon. En dan had ik de keuze tussen een soort van third-party accu en een originele accu. En daar zat dan een significant prijsverschil in. En dan twijfel ik toch, en dat wil ik niet. Ik denk dan gewoon, ik wil de originele accu. Maar ja, het is wel weer, weet ik wel, 45 euro tegenover 20 euro voor de, voor de third-party. Dan denk ik, hoeveel slechter is het nou? Heeft die een keurmerk? Dat zoek ik dan nog wel even uit. Maar dan ben ik toch aan het twijfelen, ondanks dat ik weet dat het waarschijnlijk een inferieur product is. Ja, dus ik voel deze pijn wel eigenlijk. Ja, klopt. Ik denk inderdaad, van als wat 48 of 84 Hannes zegt, als je alles aan de consument overlaat, ja, ja. dan gaat het helemaal mis. Ja, dat klopt. En ik denk ook vooral dat zeg maar, een grote meerderheid van de consumenten kiest voor die lagere prijs. Het maakt niet uit wat jij doet als individu. Nee, precies, maar precies. als groep dat beoordeelt, dat, uh, hoe noem je dat? Dat veroorzaakt dan gewoon een bepaald aanbod in de markt. Ja. Wat je niet wil. En daarvoor heb je regels. Ja, aan. dat denk ik inderdaad ook. Van het, is, het is dan prima dat er nog wat concurrentie en wat keuze is. Ja. Maar of als je het inderdaad op macro-economisch gebied gaat kijken. Of ja. ik, dat klinkt meteen wel heel economisch. Zo ben ik niet opgeleid. Mm -hmm. Neem vooral geen advies aan van mij. <laughs> maar dat is denk ik wel wat, wat er dan klopt, ja. ja. Mensen toch voor de weg van de minste weerstand kiezen. Dat denk ik ook. Nou, dat klinkt heel logisch, ja. Want als je kijkt naar wat mensen, hoeveel mensen bestellen op al die Chinese webshops... die voor een appel en ei producten hierheen sturen... Ja. 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 ja, klopt. Dus misschien toch een, uh, een vervolgopleiding voor jou, Thijs? Ja, als ik hier in de journalistiek klaar ben... ga ik de macro-economie in, ja. uh, ja, macro in. De macro-economie in. De macro, -economie. macro -economie. Ja. Mm. Um, Dan nog een hele korte reactie... waar ik desondanks best wel tijd aan heb besteed... om dit te fact-checken. Uh, het zat zo. Vorige week was aflevering 337... en toen zei ik aan het begin... dat is eigenlijk te weinig. En toen zei Men Bear Piet... Um, wat een naam ook. Donderdag 5 november 2043 zit ik gewoon klaar hoor. En toen dacht ik, hij kan die datum hebben verzonnen, maar het kan ook best wel kloppen. <laughs> is het dan aflevering 1337 als we elke week doorgaan met een aflevering? En het antwoord daarop is ja. Ja, dat klopt. Dat zou okay. 5 november 2043 zijn. Dus die kunnen we alvast in de agenda zetten. <laughs> ik zit heel even te kijken of ik dan al aan mijn pensioengerechtigde leeftijd zit, maar dat is dan nog niet zo. Hmm. Dus, uh... Ja, je bent toch jonger dan je denkt, hè? Ja, gelukkig wel. Ja. Dat scheelt. Ik, ah, zit hier, ja, ik... ik zit hier ook gewoon, hoor. Dus uh, ik ben nog ook uh, niet met pensioen dan. Um, dat was de post. Dan gaan we naar de highlights. En dan begin ik gewoon. We gaan het rondje rond bij Friso. Ja, ik had eigenlijk gedacht, maar het blijkt niet zo te zijn als ik nog een blaadje kijk, Arno, Maar dat jij ook uh, de Huawei TriFold uh, op je lijstje had gezet. Ja, maar eigenlijk wel hè. Mm. Maar ik moest gewoon iets anders verzinnen, want jij was eerder. Dus ja, begin gerust ja, over ja, deze ja. telefoon, die wij trouwens, uh, we, ik heb het hierover gehad met de eindredactie. Hoe noemen we dit? Want dit is een nieuw soort smartphone. Dan hebben we ook een nieuwe naam nodig. Mm. En de Nederlandse naam die we hebben gekozen is dubbelvouwbaar. Ja, ja, hij, hij is dubbelvouwbaar, maar hij bestaat uit drie delen. Dat is ook ja. waarom ik het zeg trifold. Ja, in het Engels noemen ze het trifold inderdaad. Ja. Maar vertel, maar wat voor telefoon is dubbel het? Dubbelvouwbaar, nou ja, het is uh, wat de naam al zegt. Dus de telefoon bestaat niet uit twee delen, maar uit drie delen. Dus zoals bij een normale fold was natuurlijk twee delen die je dan tegen elkaar vouwt. Nou, bij de trifold kun je dus eigenlijk drie delen op elkaar vouwen. Uh, dan heb je dus uitgevouwen een heel groot scherm uh, ter beschikking. Volgens mij was het uh, nou net niet van het formaat van een normale uh, uh, iPad. Dus een, een inch of uh, ja. tien is het scherm helemaal uitgevouwen. Dat is wel gewoon een fatsoenlijke tablet, toch? Ja, ja, zeker. Uh, dus ja, dat is ook directe aantrekkingskracht. En nou ja, direct het probleem. Uh, dat, dat benadrukt de we natuurlijk niet zozeer in zijn presentatie, maar dat is wel uh, ja, een praktisch probleem is dus dat je dat, dat, dat derde deel, dat achterste deel, dat vouw je um, zeg maar dubbel tegen. Moet ik het zeggen? Glas op glas. Ja, nee, dat is oh, oh, ja, ja. met, met een Kun je vergelijken met, een het... met zo'n pamflet dat je in een museum krijgt? Ja, zoiets. Maar dus ja, dat, dat, zo aan, dat. Aan de achterkant, ja. achterkant blijft het scherm altijd uh, open. Of hoe zeg je dat? Uh, oh, er, zit, er daar... zit altijd scherm aan de buitenkant. Er Zit altijd scherm. Ik dat is wat ik bedoel. Ik dacht dat het een extra paneel was. Dat je vier schermpanelen had. Nee, nee, nee. Dus dat derde paneel Dat dient eigenlijk dezelfde doel. Dus als wat het frontscreen bijvoorbeeld van de Samsung Galaxy Fold 6 heeft. Uh, ja, wacht wacht het... even, Friso. Dit klopt volgens mij niet. niet. Kijk, als je het met drie kanten opvouwt, dan is de voorkant Aan de voorkant zal wel een scherm zitten, maar dat is gewoon een scherm van glas, lijkt me. Zoals gewone vouwbare smartphones nu ook hebben. Maar als je hem open openvouwt, dan is de achterkant van de voorkant is het meest linker paneel. Um, dan de achterkant van de achterkant, if that makes sense, is dan het middelste paneel. En wat daartussenin zit, daar komt het rechter paneel We van hebben daar. gewoon een factchecker nodig eigenlijk. Ja, ja, ja bij ja, camera. Ja. Ja, die is het... Uh... Eigenlijk hebben we een fact check nodig, want ik heb, ik, ik heb het ding wel gezien op, op een video. En volgens mij, ze staat toch echt het derde deel van het de paneel naar achter, waardoor dat dus eigenlijk de, ja, okay. het voorscherm ja. werd. En we hebben hier een fact-checker in de zaal, die zie je op de camera, maar die wijst nu Die naar... Wijst duidelijk naar Friso. Ja. Dus Friso nou, bij ik, deze hier ik, heeft gelijk. Ik, ik moet gaan er fact zit scherm aan de buitenkant. Ja. Nou, dat, dat En Huawei heeft, uh, was een van de eerste merken met een... Ja, een hoe noemen we dat in het Nederlands, Arnoud? Een, een normale Double foldable? Ja, een normale foldable. Enkel foutenvoudbaar. Enkel foutenvoudbaar. Precies. <laughs> maar die hadden dus bedacht dat ze in plaats van de huidige generatie foldables, waarbij het scherm aan de binnenkant zit, dat bij hun het scherm aan de buitenkant zat. Die heb ja. jij volgens mij ook nog uh, 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 bekeken. Die review heette Het tonen van je kwetsbare kant. Ja, nou ja, oh. dat, daar zie je precies het probleem. <laughs> en waarom ze dus ook daarvan af zijn gestapt. En sindsdien, volgens mij, alle fabrikanten uh, kiezen voor een scherm dat aan de binnenkant zit. Kijk, ik denk gewoon niet dat. Uh, Technologie echt klaar is van een, bouw, een vouwbaar scherm om, om dat aan de buitenkant van het toestel te laten als je, als die tenminste in je zak zit. Uh, maar maar, maar ja. proberen ze dus bij deze dus wel? Is dat, dat ook, ze bij deze is wel? Is dat ook een beetje het bestaansrecht? Want ik zit de hele tijd te denken wat is het bestaansrecht hiervan? Wat is het bestaansrecht? Dat is nou toch ja, wel duidelijk? Ja, als in als in we hebben nou vouwbare telefoons. Ja. Niet het idee dat die heel erg aanslaan. Mm -hmm. uh, en, en, en in ieder geval, maar dan kijk ik ook heel eventjes naar jou, Arnoud. Jij hebt hier onlangs een artikel over geschreven mm -hmm. Dat ze niet zo aanslaan als dat ge, misschien nu gedacht werd of zo. Ja, klopt. Nee, uh, nee dat is zeker waar. En, en, en dan nu al eigenlijk verder naar de volgende generatie hiervan. Mag ik het eigenlijk wel noemen? Ik bedoel, ik snap dat je constant met R&D bezig bent. En dat je constant wil vernieuwen. Maar dan, dan nog vraag ik me dan af, moet je niet eerst perfectioneren uh, wat je al hebt? We moeten niet vergeten dat we hier... Hoe hebben hoe, wij... Hoe, 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 ik kan het nooit uitspreken over ja. dat merk hebben dat in Europa niet meer actief is vanwege een of andere... Nou, ze zijn er wel actief, maar gewoon niet meer zo populair. Nee, maar, maar, ze brengen China... nog steeds telefoons uit. Oké, okay, oh, dat wist ja. ik niet eens. Maar in China zijn ze groter. Ja, of veel wat dan, groter. Ja, maar mm. daar zijn de vouwbare vo foldables veel populairder dan ja. hier, toch? Ja, klopt. Als je het in die context bekijkt, dan snap ik op zich wel dat je daar dan zo'n trifold gaat uitbrengen. En ik heb ook wel het idee, dat, uh, maar daarvoor kijk ik jou aan, Friso, dat het idee van de huidige vouwbare telefoon... Wel richting geperfectioneerd gaat. Want het is al generaties lang om en nabij hetzelfde, in ieder geval hetzelfde idee. Met iets wat verschillen in uitvoering, maar geen radicaal andere ideeën meer. zoals we vijf jaar geleden zagen. Nee, en ik denk wel, uh, kijk, Wout die, uh, zal jullie in de komende dagen gaan verblijden. met zijn review van de Google Pixel 9 Pro Volt. Ik denk wel dat dat apparaat wel laat zien dat er uh, in de schermverhouding althans uh, nog wel ruimte is voor verbetering. Kijk, als je kijkt naar wat Samsung doet, die heeft dus al ja, generaties lang eigenlijk hetzelfde vrij smalle vormfactor. Uh, dan mm -hmm. zie je ook dat het binnenscherm eigenlijk vrij, vrij klein is. En als je dat dan vergelijkt met uh, de Pixel 9 Pro Volt, dat is eigenlijk een van de. Punten die hij gaat maken zijn review. Ja, spoiler. Alert. Mm -hmm. uh, is dat 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 binnenscherm? Ja, dat is de, misschien een paar inches. Als je kijkt naar de inch, de diagonaal, maar een paar inches groter, maar door die andere verhouding voelt het toch meteen veel ruimer aan. En ja, als je dan naar een trifold kijkt, dan heb je dus een nog groter binnenscherm. Uh, ik denk wel dat 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 verschil, dus dat je echt uh, merkt dat, dat 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 binnenscherm veel groter is, dat het wel heel belangrijk is uh, voor dit concept. Ja, nou, wat ik me een beetje ja. afvraag, ik. Uh, het is een OLED-scherm. Ja. En na verloop van tijd dan worden die pixels minder fel en dergelijke, toch als je ze vaak gebruikt. Maar dat zie je niet op een normale telefoon, maar dan burn-in en zo niet. Want ik heb het gevoel alsof ik wel een beetje burn-in zie op mijn scherm al. Mm -hmm. Als jij de voorkant vaker gaat gebruiken dan de binnen binnenkant, mm. en je fout een keer die binnenkant open en je ziet dat de linkerkant van je scherm, wat je buitenkant is, dat dat burn-in heeft en weet ik het wat, en, mm. maar dat, dat dan niet overloopt naar de rest van je scherm. Ik weet niet of dat er mooi zo uit gaat zien. Nee, nou ja, goed. Ik, ik, ik vraag me sowieso af of dat nu echt het, het, het grote probleem is. Want dat ding kost... Hoeveel kost het? 3.000, 4.000 euro? Ik dacht 2.800, maar... hoop ah, je, ja. je. Dus dit lijkt me vooral een, een, een telefoon voor Chinezen die heel rijk zijn. Die dat graag willen laten zien. En ook ja, binnen enkele jaren weer overstappen naar een nieuw model. En dan het oude model... Ja, dan... Wegsmijten zou je kunnen zeggen. Um, dus ik weet niet, ik weet niet of, of, of ja, die duurzaamheid, of dat nou precies het, het punt is waar ze het meest uh, aan hebben gedacht, of wat het meest het probleem is in de praktijk. Nee, maar ik kom dan toch wel even terug op mijn vraag: van wat het bestaansrecht is. En niet, niet misschien zozeer in die hele markt, maar als in. Proberen ze hiermee te zeggen? Kijk, wij kunnen een telefoon maken die ook die een heel groot scherm heeft. Of hmm. is het vooral van we maken een telefoon met het scherm ook een foldable met een scherm aan de buitenkant? Nee. En dat is het Het is echt het scherm, de schermgrootte waar ze mee zeggen van. Dit is waarom die belangrijk is. Ja, en natuurlijk één dag naar Apple. Hè, van, uh, kijk eens, je kunt ons ja, okay, uh, sanctioneren is, en uh, ja, 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 ja. kijk eens ja. wat wij kunnen. Terwijl ja. Apple, uh, waar, waar komen ze ook weer mee? Nou, daar komen ze op. Een extra knop. <laughs> ja, maar, nee, maar dat is wel, dat speelt mee, inderdaad. Het is een, een, er zit echt marketing in. Zo van, wij zijn de eerste die dit doen. Ja. Dus dat is, dan, dan, dan ben je al de cool kid on the block, denk ik. Mm. Dus dat is leuk. Aan de andere kant, er is ook echt wel een functioneel voordeel. Want nu zit er een bij veel uh, vouwbare telefoons die uitvouwen, dus niet de klaptelefoons, maar de, de mini-tablets, uh, die vouwen van een 6,3 inch scherm naar, aan de voorkant naar 7,6 tot 8 inch aan de binnenkant. En dat is groter en dat merk je echt wel. Uh, dat is best wel een groot verschil. Maar het contrast is veel groter als je van 6, nog wat inch naar 10 inch gaat. Mm. Want dan heb je daadwerkelijk een smartphone en een volledige tablet, niet een mini-tablet, maar echt een volledige tablet qua schermoppervlak. En dat is wel echt een functioneel voordeel daar. Combineer je echt apparaten mee. Terwijl dat 18-scherm, ja, dat is een soort van mini-tablet. Die was er ooit wel, jaren geleden, maar die is eigenlijk al lang uitgestorven. Um, de iPad mini heeft ook al uh, 100 jaar geen update meer gehad, ongeveer. Dus daar zit niet heel veel leven in die markt per se. Dus dat het nu uitvouwt tot een volledige tablet in deze, in deze nieuwe vorm. On, on, onafhankelijk van hoe de exacte uitwerking is en de duurzaamheid, mm. vind ik een heel vet idee, omdat het gewoon dichter bij het originele idee komt. Namelijk, je combineert een telefoon en een tablet in één apparaat wat je in je zak stopt. En ja. de beeldverhouding ook nog. Ja, Want als je de, de, de normale foldable is, is vierkant, echt. Ja, maar dit is veel breder. Waardoor dit is je, veel breder, Als je ja. films gaat kijken, bijvoorbeeld, dan komt het veel beter tot, tot zijn recht. Ja, dan heb je echt een hele grote film voor je. Ja. En als je, weet ik voor wat, e-mails gaat doen en zo, is het ook alles is gewoon veel ruimer en groter en breder. Nee, hm. je hebt de flexibiliteit, want je kan ook zeggen: ik wil alleen twee schermdelen gebruiken. Ja, dus ja, je kan ja, hem ook dat iets dat. kleiner hebben. Je hebt een soort testenmaat. Ja. Maat. ja. Hey, als je het zo beschrijft, denk ik eigenlijk ja. wel van: overek, oh, waar koop je dit? Ik koop. <laughs> en <laughs> zit er inmiddels al een site op? Of, uh... Ja, het is slechts uh, hoe lang is het vliegen naar China 10 uur zoiets mm -hmm. ja. is te wel doen. te doen is, als je toch 3400 euro aan het uitgeven bent dan kan zo'n ticket er ook nog wel bij ja. maar nu is het natuurlijk hoe uh, wij die hiermee begint maar Oppo en Xiaomi zijn hier ook mee bezig en dat zijn wel fabrikanten die in Europa telefoons leveren met Google diensten ja. dus waarvan je redelijkerwijs kan zeggen nou dat zou populair kunnen worden als we het hier uitbrengen maar ja met zulke prijzen is dat toch is wel moeilijk, hoor. Wat maar denk de, jij maar, oh. maar denk je dat dit... In, ja, even net vraag eigenlijk. Maar denk je dat dit gaat leiden tot lagere prijzen voor normale foldables? En dat andere fabrikanten deze, deze form factor nou ook gaan aannemen? Als serieus aanbod? Poeh. Ik denk niet heel snel, eerlijk gezegd. Nee. Uh, ja, misschien... Als, als er ooit een tijd komt waarin dit de high-end foldable wordt, dan zal misschien ja, de normale foldable van tegenwoordig zal er wel een tussenmaat worden. Maar ik zie het, in, uh, om heel eerlijk te zijn, niet heel snel gebeuren. Ik zie dat wel een beetje gebeuren en dat komt door dit effect. De mini tablet, zoals die nu, zoals de Galaxy Folds en de, en de Pixel 9 Pro Folds, dat zijn nu echte high-end telefoons. Ze kunnen net niet de camera's instoppen van de high-end telefoons, maar net niet. Maar alle andere componenten zijn wel high-end. Wat je kan doen, is uh, de dubbel telefoon echt de high-end maken met de duurste componenten en helemaal uh, daar alles in stoppen wat je kan. Um, dan kan dat voor een prijs van, ja, ik durf het haast niet te zeggen... maar boven de 2000 euro in de winkel liggen. Maar dan heb je wel ruimte om daar die mini-tablet... tussen te zetten, die dus niet de meest... high-end-sock heeft, niet het nieuwste geheugen... niet de meeste opslag. Die dan dus wel... echt iets goedkoper kan, omdat je daarmee ook... een kleiner scherm hebt en daarmee een soort van... overtuigend argument waarmee je kan laten zien aan iedereen... van kijk, dit is niet de duurste telefoon... die je kan kopen en die optie is er momenteel niet. Als je zo'n ding maakt, wat... als een mini-tablet openvoudt, dan verwachten mensen... de beste componenten, omdat die al zo duur is um, en dan Kun je er dus wat afhalen en dan, ja, het, het blijft duur, maar ik denk wel dat er dan wat van de prijs af kan inderdaad. Dat is mijn uh, gedachte. Ja, maar tegelijkertijd, als je hebt naar midrange telefoons, kan je tegenwoordig ook een prima Android ervaring op hebben, zover ik weet. Mm -hmm. Waarom maken ze niet gewoon een keer een foldable van 900 euro of 1000 euro of wat dan ook, die dan niet high-end high-end is, maar gewoon mid-range is? Ja, nou, dat bestaat. Dat is de Motorola Edge 40. Of, uh, Kopen. Zeg, ik zeg het steeds verkeerd. Razer. Razer 40, ja precies. Nee, de Edge 40 die hebben ze ook, maar dat is, een, dat is gewoon een rechte. Ja, de Razer 40 die heeft, uh, ten opzichte van de Razer 40 Ultra, dus hun higher model, heeft hij eigenlijk een sok die, nou, ik, weet, ik weet niet wat hij ook weer precies doet, maar ik, ik, ik denk dat het ergens tussen de A55 en de S23 uh, FE in zit qua prestaties. Dus echt een beetje dat ja, 350 tot 500 euro segment. Is dus wat je zegt, datgene waar ik voor pleit, bestaat eigenlijk al. Ja, uh, okay. ja, helaas wel. Het ja, idee is al bedacht. Uh, haten, maar het eh, is een klaptelefoon, voor de duidelijkheid. Dus ja. dat is uh, eentje die je openklapt. En dan heb je een gewone telefoon. In plaats van een telefoon die je openklapt tot mini-tablet. Ja. Je hebt wel wat dingetjes volgens mij van techno en zo. Van die in Nederland onbekende merken, hmm. die wel wat goedkoper zijn. Voor, klopt dat? Ja, dat klopt wel. Ik moet wel zeggen, ik heb de laatste tijd weinig van, uh, van techno meer vernomen. Uh, hmm. Dus ik weet niet precies hoe zij ervoor staan met, met, met dat project. Uh, maar ja, ongetwijfeld. Kijk, het blijft wel een interessant concept. En inderdaad, als ze dat met een iets minder krachtige sok... Uh, want Techno is vooral een fabrikant die zaken doet in... in, in uh, hoe moet je dat goed omschrijven? Afrika, Midden-Oosten. Afrika, Midden-Oosten. Ja, een beetje de markten die iets minder uh, kunnen betalen... over het algemeen voor een toestel dan wij. Dus ja, dan kan dat zeker interessant zijn. Ja. ja. Nou, interessant om te volgen in elk geval. Ik ben benieuwd hoe het afloopt ja. met deze telefoon. Heite, wat heb jij meegenomen vandaag? Northvolt. Northvolt. Northvolt, dat is een Scandinavisch bedrijf in Zweden, mm -hmm. als ik me niet vergis. Zij uh, maken accu's voor elektrische auto's. Uh, maar daar gaat het niet zo heel goed mee. En ik heb het idee dat dat een beetje... Hoe zeg je dat? Nou ja, het gaat niet zo heel erg goed met de elektrische markt in het algeheel, kan ja. je stellen. Uh, het, 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 heel veel fabrikanten hebben heel, jaren geleden al aangegeven... in 2030 verkopen we alleen nog elektrische auto's. Volvo bijvoorbeeld was er heel duidelijk in. En andere fabrikanten hebben soortgelijke dingen gezegd. Maar je ziet nu dat ze toch steeds meer verder aan het terugschroeven zijn van... oh ja, nee, misschien toch niet in 2030. En misschien uh, verkopen we nog steeds wel benzineauto's en dit en dit en dat. Dus... Uh, ja, en Northvolt die heeft dus uh, nu gezegd... Uh, we, we blijven accu's maken. We wilden ook zelf de kathode materialen maken. Dat is ook een belangrijk ingrediënt van die, van die accu's. Maar dat gaan we niet meer doen. Die gaan we gewoon uit China kopen of waar dan ook. Dus ja, het gaat niet zo goed met de toekomst Van de elektrische auto, denk ik. Het gaat allemaal minder hmm. hard dan gehoopt, minder snel dan gehoopt. Dus dat um, ja, is een en beetje een probleem. Heb jij daar de duiding bij? Is dat omdat, omdat gewoon de techniek achterblijft of is dat vanwege de regulering? Nou ja, de techniek is niet is. per se zozeer het probleem. Je kan nu al prima elektrische auto's kopen die doen wat je wil en die gaan waar je wil. Dat is het probleem niet zo. Maar ze blijven gewoon duur. Ja. En ze blijven ja. veel te duur voor de gemiddelde consument. Uh, de de zakelijk lease die, die neemt ze vaak wel, maar zelfs dat lijkt steeds minder te worden eigenlijk. Dus de groei lijkt eruit te zijn. Het waarom blijven, blijven ze beter? zo duur? Heb je daar een verklaring voor? Want ik kan me voorstellen dat dat is omdat gewoon autofabrikanten uh, daar hele dure... Ja, dat zijn gewoon dure modellen, want kleine oplaagselen, weet ik veel wat. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat ligt aan uh, hoe, uh, uh, dat de overheid met subsidies daarin zit of zoiets. Weet je wel, maar belastingen, uh, dat het daarom te duur is of zo. Nou ja, auto's zijn tegenwoordig om meerdere redenen duur. Sowieso uh, vroeger kon je nog vrij simpele auto's kopen met, met slingers om je ramen open te doen. Mm -hmm. Dat kan eigenlijk niet meer zitten sowieso volgens op met technologie, deels vanwege de Europese Unie die ze daartoe verplicht, waardoor de goedkope auto als geheel niet echt meer bestaat. Maar ook daarnaast, elektrische auto's zijn duurder in aanschaf, uh, puur vanwege de accu's die erin zitten en de materialen die daarvoor nodig zijn. En de... Ja, ze zijn gewoon duurder. Dus uh, dat betekent dat er minder vraag naar is. En als er minder vraag is, dan... Kijk, op kan... macro-economisch gebied kan ja. ik je nu dus <laughs> vertellen dat dit zo klopt. Nee, het klopt. Het, ik snap het wel. Want ik ben ook al een paar jaren gewoon in... één keer in de zoveel tijd start ik mijn spreadsheet maar weer eens op met, uh, om de ja. berekening te maken met... Kan ik al elektrisch gaan rijden? Want uh, ik wil nou toch wel een grotere auto. Met, uh, want ik heb nu een drie deurs en ik wil een vijf deurs. Uh, toch aan het kijken van ja kan dat dan een elektrische worden? Het, ik krijg hem gewoon niet rond die berekening. Zelfs met zonnepanelen op mijn huis. Dus het, 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 het lukt me gewoon niet om dat echt financieel haalbaar te maken als ik gewoon een normaal model wil, een middenklasse model. En dan heb je door een nieuwe auto? Het, ik weet nog niet zo heel goed wat er allemaal als opties zijn, maar het, het, ja, ja <laughs> ik zie je lachen. Ja, ja, nee, ja. ik ken het wel een beetje, maar ook, 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 ook uh, tweedehands modellen vind ik gewoon nog steeds heel moeilijk om. Ja. Om, om, om rond te krijgen dat hij dat in ieder geval net zo duur is als wat ik nu rijd. Nu rijd ik een, nu een hele goedkope auto. Mm -hmm. uh, dus dat, dat scheelt wel. Maar dan nog? Nou, ik moet moeilijk. zeggen dat de tweedehandsmarkt juist eindelijk een beetje aan het aantrekken is. En het is nog steeds een grote bak geld, maar voor 20k kan je een, een prima elektrische auto kopen waar je prima mee kan rijden. Waar je Vergelijkbare afstanden mee kan als het bezien. Ja, dat, dus al, dat is dus al drie keer boven het budget wat ik normaal aan een auto zou uitgeven. Ja, voor mij hetzelfde. Dus... Het is dan steeds zeer veel geld. Maar ook rond de 10k 15k. E het begint te kunnen. Maar heb je dan een fatsoenlijke auto met, met veel ruimte, waar ik mijn kinderwagen achterin kan leggen? Of heb ik het dan over heb je dan gewoon een Renault Zoe? Ik heb uh, nooit uh, een, heb een kinderwagen een auto gelegd, dus ik weet niet hoe. <laughs> ja, Jij, maar... Jij weet hoe groot die kleine Kia'tjes kunnen worden, of hoe klein. Uh, zijn, dat, zijn dat gezinsauto's? Of zijn dat fatsoenlijke auto's? Zijn dat echt van die stadsautootjes? Wat gewoon prima is om die boodschap mee te doen, maar meer niet? Uh, ja, die heb je natuurlijk ook. Uh, die zijn ook rond de 8000 euro, 10.000 euro. Maar dat, dat uh, groter heb je ook. Volkswagen E-Golf kan niet heel ver mee rijden. Maar dat is rond de 14.000 euro tegenwoordig, geloof ik uit mijn hoofd. Nou mm. oh ja, die E-Golf, dat weet ik nog wel. Daar ben ik eens een keer, um, een van onze collega's, die, die had die E-Golf. Toen, toen moesten we een keer naar Breda rijden en toen moesten we onderweg ergens stoppen ja dat is een wat minder ja. eten ja, ja dat ja. is qua, qua <laughs> range niet fantastisch nee. een, een vraag die ik nog wel heb want dan koop je zo'n tweedehands auto maar die accu is natuurlijk al uh, ja ik weet niet hoe lang een jaar of tien is die al gebruikt ik bedoel als ik mijn smartphone een jaar of tien gebruik dan is die accu echt wel op ik neem aan dat het voor een elektrische auto niet geldt maar hoe goed is die accu nog na hangt tijd? heel erg af van de elektrische auto maar ja. over het algemeen kan je wel stellen dat het al wel goed is kijk de eerste generatie elektrische auto's zeker de Nissan Leaf als ik het goed zeg die waren nog niet zo goed gekoeld, dus die mm. raakt vaak overheen, dus de cellen gingen vaak die ja die gingen niet lang genoeg mee. Mm -hmm. Dus daarvan kan je stellen, misschien die niet, maar van de gemiddelde Lexus uit tegenwoordig, die kunnen wel een paar honderdduizend kilometer mee. Oké, okay, dus als je dat koopt, dan hoeveel procent heb je dan nog over, denk je? 90, 80? Ja, dat is ook wat lastig, want hangt vanaf hoe je berekent, maar de 90 procent, dat is ja, Oké. Okay. Ja, dat is niet slecht. Nee. En nee. Ik heb wel eens gehoord van, uh, dat, dat als je een tweedehands auto hebt, dat je een accu, die kun je ook niet reviseren. Kijk, als je een, een smartphone hebt van tien jaar, mm. dan gooi je daar één keer in de zoveel tijd een nieuwe accu in. Of die ja. laat je fixen en dan kun je er weer even mee door. Dat, mm. dat kan met een smartphone, met een auto kan dat dus niet. Je kunt niet de accu pakken en dan naar een bedrijf, er zijn commerciële bedrijfjes die dat dan reviseren. Dat gebeurt met elektrische fietsen bijvoorbeeld wel heel vaak. Dat kun je redelijk makkelijk doen. Er een paar nieuwe cellen erin en dan op, dan kun je weer door. Uh, maar bij auto's kan dat dus niet, omdat dat allemaal, allemaal uh, zo gelinkt is aan alles in de auto en de software die eromheen zit. Dat dat eigenlijk gewoon voor een third party bedrijf niet te doen is. Dus als jij een Ford hebt en je wil je accu laten reviseren, dan moet je naar de Ford dealer toe om dat te doen. En dan ben je volgens mij inmiddels net zo duur uit om gewoon een hele nieuwe auto ja, te kopen. Zo'n beetje. Um, dus je kunt, dat niet, je kunt dat niet zomaar zelf laten doen. En dat nee, is volgens mij ook ja. best wel een ding, want als jij een elektrische fiets koopt nu. Ik weet het omdat mijn broer, die werkt bij een bedrijf dat reviseert fietsaccu's. <laughs> um, maar er zijn dus heel veel van die mensen die kopen dus een tweedehands elektrische fiets. waarvan de accu eigenlijk gewoon ja, niet meer bruikbaar is. Daar kun je gewoon redelijk makkelijk naar. naar de bedrijven toe en dan gewoon die accu laten reviseren. En dan kun je weer helemaal door met dat ding. En met auto's kan dat niet. En ik denk dat dat best wel de, de, de markt een beetje tegenhoudt daarin. Mm. Want dat zou toch wel een mooie zijn. Ja, het is precies wat je zegt. Het, 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 je kan de accu kan je in sommige gevallen wel repareren, maar dan inderdaad niet bij. Nee, je kunt dat, nee, precies, je nee. kunt dat niet gewoon bij je standaard garage gaan laten. Nee, zeker niet. De gemiddelde garage, die. Uh... Nee, precies. Nee. 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 Dat nee, vind dat... ik ook logisch trouwens wel, want het is best ingewikkeld. Ik vraag me ook nee. nog af uit, hoe groot het psychologische effect is. Want als wij uh, zeg maar de hele site omgooien, dan zijn mensen boos. Als je tegen mensen op hun werk zegt. Doe alles in een doos, we gaan naar een andere verdieping. Mm -hmm. Kom je ook weerstand tegen. En ik heb ook het idee dat zeg maar, de stap richting de elektrische auto... Veel mensen hebben het idee dat dat een soort van opgelegd wordt en moet. En daar worden mensen kriegel van. Mm -hmm. Speelt dat mee, denk je? Dat zou best kunnen. Uh, maar uh, ik denk dat het voornaamste probleem op dit moment... Als je, de, als je het over de gemiddelde gebruiker gaat hebben... Dus ik ben vast te houden. Het probleem met elektrische auto's is nu dat het ingewikkeld kan zijn. Uh, als je een... Uh, een benzineauto die kan je overal tanken. Je doet overal je, je, je slang erin en je tankt hem vol en je betaalt en je rijdt weer weg. Ja. Bij een elektrische auto moet je rekening houden met de laadpassen. Je moet rekening houden met de tarieven die overal verschillend kunnen zijn. Je hebt blokkeertarieven. Je hebt uh, starttarieven. Het, ik vind het niet de meest doorzichtige markt op dit moment. Nee. En... Laadsnelheden ook nog. Zeg maar, als je ergens gaat tanken, ja. dan weet je dat je binnen vijf minuten ja. weer weg bent. Maar bij laden, ja, dan moet je eerst opzoeken hoe snel je eigenlijk kan laden hoe snel je weer weg kan zijn. Ja, ja ook dat. En ik heb ook al eens gehad dat die gewoon niet laat om de een of andere reden en dan krijg je ook nul informatie waarom die wel wel of niet laat en dan ga je naar een andere laadpaal en hoop je dat die daar wel werkt ja. er is een, staat er dan ergens een fout opgetreden de verschrikkelijkste foutcode ter weer ja 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 ja, ja dan zegt die kan geen communicatie op, op starten met de auto en dan sta je dan oké okay, dank, ja. ja, ja. ja, dank je ja precies dank je dan ga je met naar de volgende en dan zegt hij weer hetzelfde of zegt hij een andere foutmelding of ik dat zie ik inderdaad in ook een app. klein beetje tegenop als ik het zo moet. Het is zo nou. het is, je wil gewoon je auto... Ik vind het op zich niet zo erg om, om, om dat een beetje om te gooien, je rijstijl en, en je, je reisstijl. Maar mm. het is wel een hoop gedoe als je niet gewoon even je auto kan pakken en weten dat je even ergens naartoe kunt rijden. Wat langer is dan twee uur rijden. Ja, het ja. kan genoeg. Het kan, zeg je dat, het kan inderdaad gedoe zijn. Maar het heeft ook zeker voordelen. Dat als je wegrijdt met je auto, dat de accu gewoon helemaal vol is en dat je nog wel 400 kilometer kan rijden zonder om over na te denken. Ja. Als ik in mijn auto stap, dan... Ja, dan weet ik wel hoeveel erin zit, maar dan moet ik alsnog soms denken van oh, dan moet ik eerst gaan tanken, dan moet ik eens dit doen. dan heb ik kan ik ja. wel les krijgen. ja Dus het heeft zeker voordelen. Het voordelen en ja. nadelen natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar als ik dat ja, maar denk... ik denk dat je gewoon heel erg je, je, je stijl erop moet aanpassen van hoe je ergens naartoe reist, denk ik dat je moet gaan denken van oké okay, ik ga nu naar want ik woon in Tilburg ik werk in Amsterdam als ik met een elektrische auto hier naartoe zou gaan uh, dat is 250 kilometer op en neer dan moet je wel altijd denken van ja oké okay, dan kom ik in Amsterdam dan moet ik hem daar wel ergens kunnen opladen dan heb ik en... goed nieuws want we hebben hier laadpalen buiten ja maar mm -hmm. die heb ik ook weer begrepen dat die heel erg duur zijn en dan moet je gaan denken van zijn er genoeg plekken moet ik me dan aan... en en terwijl inderdaad ik kan me voorstellen dat dat lastiger is om daar rekening mee te houden ja dat is gewoon vervelender ja, denk denk ik. ik denk dat het voor de gemiddelde bestuurder. Kijk, wij, wij zijn geïnteresseerd in tech. We vinden het leuk om mee te spelen. Maar heel veel mensen, dat is voor ons frame nieuws natuurlijk, maar heel veel mensen vinden tech niet interessant. Ze vinden het niet leuk hmm. om mee te spelen. Die willen gewoon dat het werkt. Ja, maar dat wil ik, dat wil ik bij sommige tech. Wil ik dat ook wel? Kijk, ik vind dat, maar dat vind ik sowieso met auto's in het algemeen. Die worden steeds meer computers. Mijn computer werkt. 95% van de keren werkt dat. Dan moet je ook geen linus opzetten. Uh, uh, Oké, okay, mijn computer oh, met Linux werkt fire. 80% van de keren. <laughs> nee, Maar als, je, als, jou, als jouw dingen 95% van de tijd gewoon goed werken. Dat 5% is echt superveel als je in een auto rijdt. Ja. Je wil dat die 100% van de tijd werkt. Ja, nu rijd ik een auto Jaguar. Dus bij mij werkt die niet altijd. Weet, maar jouw maar dat, auto ja, werkt ja. nog nooit. Ik, heb, Soms ik weet wel. dat jij een Jaguar hebt. Ik weet niet ja. of je er ooit wel eens in gereden hebt. Dat ja, is het echt, verschil. Een, een Moam dit jaar. Dat werkte helemaal prima. Oké. Okay. Mm. Ja, gelukkig. <laughs> Niks gezegd. Ja. Hoe verkeerd moest oh ja. je tank onderweg, uh, huiten? Ja, dat weet ik niet meer. Maar dat... nee. <laughs> nee. Vaker dan een elektrische auto zeker? Zo'n E-Golf? Ja, nou nee, niet ja. zo vaak als een E-Golf misschien. Maar, oh, uh, ja. Ja, maar ik vind het vooral jammer, want we hebben de elektrische auto wel gewoon nodig. Ja. En iedereen zegt ook, ook Northvolt en al die andere automerken, die blijven erin geloven in dat die elektrische auto echt wel gaat gebeuren. Maar je merkt wel dat er de groei er niet zo, niet zo groot lijkt te zijn als iedereen ja. had gedacht en iedereen had gehoopt. En is dit dan een soort van knikje en gaat het daarna weer omhoog? Of blijft het een knikje en blijft het op dit tempo? Het, is een beetje, het zit wat onzekerheid in, volgens mij. Nou, op, op een gegeven moment zal het moeten toenemen, zal, zal het moeten groeien. Want 2035 hebben we met z'n allen in Europa afgesproken... dan kan je alleen nog maar elektrische auto's kopen. Ja. Uitzonderingen daar gelaten, maar ga maar vanuit alleen maar elektrisch. Dus vanaf 2035 sowieso zal het moeten groeien. Ja. Uh, maar ook tot die tijd... Als autofabrikant, hoe, hoe lang blijf je nog investeren in de benzineauto? Dat is ook een lastige keuze. Mm -hmm. En de diesel natuurlijk. Dus we gaan naar de elektrische auto. En dat gaat toenemen. En die groei gaat gebeuren. Maar niet zo hard nu zoals we allemaal hadden gehoopt nee. en verwacht. En je hoopt natuurlijk dat fabrikanten zover komen... dat ze mensen overhalen door auto's te maken die aantrekkelijker zijn... omdat ze elektrisch zijn dan benzine. In plaats van dat opgelegd wordt dat het moet. Want daar houden mensen echt niet van. Ja, en... Nogmaals, elektrische auto is heel aantrekkelijk. Het is heel leuk. Mm. Ik, ik, ja, maar nog duur. Nu. Duur? Nou, dat, nou, ja. Ik vind 14.000 ja. euro voor een tweedehands auto nog steeds duurder dan dat ik ervoor ja. over zou hebben. Nee, dat begrijp ik. Maar je hebt het ook over de uh, cost of ownership, zoals het heel mooi heet. Mm, dat klopt. Uh, ja. Je hebt nu nog geen wegenbelasting. Uh, verzekering kan wel wat duurder zijn, omdat er wat snellere auto's zijn. Maar uh, ja, als je zonnepanelen hebt, laat je gratis in feite. Mm. Ik, ik tank niet gratis, helaas. Dus dat... Ja. ja, moet je wel ja. weer een oprit hebben, dus ja. dat is ook weer een ding. Ja, ja. Ik, ik heb een patiekflat, ik mag zijn als ik een pk-plaats heb. Maar, uh, ja. Ja. Inderdaad, ja. over dingen die duur zijn gesproken. Thijs, wat heb jij meegenomen? <laughs> Dit was eigenlijk de spoiler van mijn highlight natuurlijk. <laughs> Sorry. Ja, gisteren is de PlayStation 5 Pro dinsdag, aangekondigd. Dinsdag was dat. Ja, dinsdag ook. alweer. Dat ja. is vandaag? Donderdag. Oh, ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. ja, Dinsdag is de PlayStation 5 Pro aangekondigd. En uh, de pro-variant van de PlayStation 5 die we inmiddels al vier jaar oud is. Ja. Um, uh, heeft een iets snellere GPU, kan betere raytracing doen. Heeft een grotere SSD uh, van 2 terabyte er nu op in plaats van, uh, van o, 1. Heel um, Dus daar zitten zeker uh, uh, grafische verbeteringen in. Um, alleen toen kwam de prijs. Het ding kost 800 euro. Stelletje. Uh, het ding kost minimaal 800 euro. Dank je wel. Dan? Uh, want uh, hij kost 800 euro. Dat is voor de variant zonder discladen. Ja. De nieuwe PlayStation 5 Pro die komt alleen maar uit uh, zonder uh, uh, ingebouwde disk. De originele PlayStation 5 dat die kon je als twee varianten. De normale of de normale die had dan, vind ik, uh, die had een disk drive ingebouwd. En dan had je ook nog een digital only variant. Die was wat was het 100 euro goedkoper of zo. Mm -hmm. uh, uh, en nu heb je alleen nog maar één model, maar dan met een losse disk tray erbij die je dus met een kabel erop moet aansluiten als jij dat dus nog wil. En, nou uh, met een kabel, ja, je kan hem gewoon erin inbouwen. Ja, je, ja, je kunt hem er aan de zijkant inbouwen. Ja, ja. Dan nog, je moet hem er inderdaad gewoon los. Uh, je kent hem er los bij. Hmm. De losse disk drive kost nog eens 120 euro los. Dus mm -hmm. als jij hem wil vergelijken met de PlayStation 5 met de die je nu hebt, dan is hij 920 euro. Nee, 550. Ja, de stand. Ja, daar komt stand. dan ook nog inderdaad de stand bij om hem rechtop te kunnen zetten. Die kost 30 euro. Dan heb je dus 950 euro om een vergelijkbaar model dat nu in de winkel wat, is nog steeds 500 euro kost. Of inmiddels nee. 400, 500, 400. Nee, 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 600 denk ik. 650 misschien wel ja, dus ja, de huidige PlayStation, nee, PlayStation 5. Ja, die is duurder geworden en ja, maar vorig jaar 50 euro en er komt waarschijnlijk nog een prijsverhoging aan, want die was al in Japan doorgevoerd. Ja, dat is waar. Dus okay. ja. Daarom nou, verbaast me 800 euro, maar niet zo, want zeg maar, je hebt ruimte nodig tussen je gewone variant en je pro-variant en dan kun je twee dingen doen: of je maakt de gewone variant goedkoper, maar dat was duidelijk niet waar Sony mee bezig was. Nee. Dus de pro moest duurder worden. Dus ja, dan vind ik Ik bedoel, ik had eigenlijk gedacht ja, dat dit, dat dit wel het duizend euro zou worden. Ja, vers je misschien zo bekijkt wel, maar je kunt dit toch niet in de markt zetten als en hier is een console die gewoon zo duur is. Uh, uh, want waar concurreer je dan mee? En wat is, nou ja, dat is het uh, probleem. Er is geen concurrentie. Nee. Nee, ja, ja, je kunt concurreren met Game PC's, maar dan kun je voor duizend euro eigenlijk nee, een prima ja, ding ik, maken. Ik, ik bedoel, dat beter presteert dan die ik, PlayStation 5. Ik bedoel, ben je de Xbox. Dit ja, geeft voor nee, mij dat duidelijk wel duidelijk aan dat, wel. Dat, dat Sony hiermee zegt van er is geen concurrentie, de Xbox, waarom zou je die kopen? Nee, nee, dat, klopt, hun, uh, dat klopt. Uit. Maar ik vraag me wel af van. Ik, ik, ik vraag me net af van op wie is dit gericht? Wie is hier geïnteresseerd en wat is de doelgroep van dit apparaat? Uh, wie, wie koopt iets dat zo duur is voor een, een grafische upgrade, voornamelijk? Um, nou, dit is alleen maar. Ja, ja oké. Okay. Ja, en een grotere SSD dan. Ja, oké. Okay, ja. Maar ook ja, okay, inderdaad, gewoon een, een grafischere update. Um, is dat echt zo'n price hike waard? En, en ja. ja, ik vind het een rare hoge prijs. En ik vind sowieso, moet ik even onder record hebben, dat ik belachelijk vind dat de tray... Los verkocht wordt, want de PlayStation 6 uh, die krijgt dat dus waarschijnlijk helemaal niet meer. Dit is de laatste console die ooit wordt uitgebracht met een fysieke disc tray. Dat doet mij pijn. Speculatie, dat ja, speculatie. Ja, kun je donder, daar kun je donder op zeggen. We hebben allemaal gezien wat er met de 3,5 mm poort gebeurd is. Laten we daar <laughs> niet over gaan hebben. <laughs> maar ik vind dat wel. Kreeg je maar een losse 3,5 mm poort bij je telefoon thuis? Daar was ik zo gelukkig eerste de 3,5 mm ja. poort. Zit gewoon op de PlayStation controller. Super handig, super handig, zeker. Dat, dat doen ze uh, goed. Maar, en dat vind ik wel een beetje hetzelfde. Ik vind, ik vind consoles moeten gewoon een fysiek display hebben. Uh, maar dat is een kwestie van smaak. Blijkbaar heeft Sony veel marktonderzoek gedaan en weten ze daar meer vanaf dan ik. Mm -hmm. uh, maar daar vind ik gewoon sowieso 120 euro extra voor, voor zoiets. En dan uh, inderdaad die stand er nog Het is ook een mooie marketingmanier. Dat, dat je kan zeggen, ja, ja hij kost maar 800 euro. Bij, bij maar al achterlijk veel geld is maar goed. Ja. Uh -huh. En dan, oh ja, nee, ja, wil je ook de discs kunnen spelen? Oh ja, nee, dan moet je nog 125 euro erbij lappen. Ja. Ja. Oh, wil je hem ook verticaal kunnen inzetten Nou, wat raar, zo adverteren we ik, alleen maar dat die verticaal staat. Ik weet maar hier, overigens niet of, die niet of die verticaal Überhaupt niet kan staan zonder die stand. Want uh, de PlayStation 5 die de gewone, die kan wel rechtop staan. Maar als je die stand er dan nog bij hebt, dan staat die wat mooier of zo. En waarschijnlijk kun je zo'n stand binnen drie maanden bij je favoriete winkel vinden voor 5 euro. Dus dat misschien is ook wel, een non-issue. Ja. Misschien 3 d printen maar ik dacht dat het ook ook. een koelingsding was. Dat ja, dat, dus dat zou kunnen. Eerlijk, onder... ik heb hem gewoon, ik heb hem plat staan, dus ik weet het niet helemaal zeker. Maar ook maar... dan moet je een stand gebruiken, Bordoes in de PlayStation 5. Ja, aan de, aan de achteronder. Ja, oké, okay, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar het, goed, het feit dat je, dat, dat je daar inderdaad los geld voor gaat vragen en dan zoveel... Ik, ik vind het gewoon heel duur en ik vind het... Uh, Oké. Okay. Ja, nou, ik merk... Ik merk ik, volgens mij ben jij de enige persoon die ik tot nu toe heb gesproken... die daar niet van geschrokken is van die prijs. Nee, die sterker vind. nog, ik vind het heel gezond. Want de consolemarkt, dat is nu al tientallen jaren... Is die, zit, zit daar een soort van weeffout in, vind ik. Want ze verkopen die consoles vaak. Uh, nu is het jammer dat Jörn niet bij zit, want die kan hier veel meer duiding aan geven. Ja. Maar die verkopen ze vaak... In ieder geval een deel van de tijd onder kostprijs. Mm -hmm. En dat is gewoon niet hoe een vrije markt zou moeten werken. Maar dat verdienen ze dan terug op termijn door, door, door games. Um, maar daardoor is de concurrentie met PC's zeg maar een beetje ongelijk geweest. Omdat ze ook geld kunnen verdienen aan die games, kunnen zij die console voor goedkoper verkopen dan wat zeg maar, de som van de onderdelen überhaupt waard zou zijn. En met deze uh, Pro-versie, die duurder is, daar wordt dat een beetje gefixt. En ik vind het eigenlijk wel gezond. Aan de andere kant, het kan inderdaad ook wijzen op een gebrek aan concurrentie. Maar het feit dat ze nu een prijs vragen van je denkt van, nou gezien wat erin zit, vind ik dit niet eens heel gek. Dit lijkt me niet heel ver onder de kostprijs. Vind ik gewoon eigenlijk best wel normaal. Wat? Ja, ja maar het idee is, je verkoopt de console die is goedkoper. En de games zijn iets duurder, maar dat maakt niet uit. Het is aanhalingstekens. Ja. Want die. Games, die bekostigen de console. Uh -huh. Maar nu zeg jij, ik vind het eerlijk dat die console dus niet meer voor kostprijs wordt ja. verkocht. Maar de games blijven duurder. Ja. Games blijven veel duurder. Ja, want dus dat is, is, dat is ja maar dit ding, is, alleen is alleen maar Drive. Ja, ja. Dus dan kunnen ze games gewoon uh, lekker uh, 70 euro houden. Op ja, ja dat is alleen maar winst voor Sony. Ik, denk, niet, ik weet niet hoe dit aan te moedigen is. Ja, ik, ik denk, het ik denk, dat, uh, ik denk ik dat Sony die winst heel erg nodig heeft, want het gaat niet zo goed met dat bedrijf. Sony niet? Nee, voor mij gaat dat helemaal niet zo goed. Nee, die, die hadden het die had lastig en ontslagen en werk van wat. Dus ten eerste, het is niet alsof ze heel veel geld gaan harken nu. Wat bovenop de grote berg gaat. Wat je bij Apple als argument zou kunnen aandragen. Het Sony is duidelijk geen Apple. Um, en het gaat lang niet zo goed daar. Dus daarom denk ik dat dit eigenlijk. ja, Ik zie dit als, als gezonde ontwikkeling. Oh, ik zie dit als een hele negatieve ontwikkeling. En ik zie het als bewijs dat Microsoft. Ik, ik hoop maar dat, dat dit Microsoft alleen maar aanspoort. Om, om toch wat meer naar die Xbox te gaan kijken en toch wat serieus aan te pakken, maar... Oh ja, dat, ja. Dat, dat hoop ik ook. En wat denk ik veel gebeurt om jouw vraag te beantwoorden wat de doelgroep is, zijn mensen die nu al op een Playstation 5 zitten, die gaan hem dan verpatsen. Um, dan krijgen ze er geld voor, daarmee bekostigen ze de aankoop van de Pro, en dan gaan ze gewoon dezelfde games die ze al hebben, mooier spelen. Op een mooiere manier, omdat die grafisch beter is. En dus, en dus verdienen ze relatief weinig aan de games. Um, en, en daardoor kun je dat niet in, in die prijs zetten. Misschien is dat wel de, de hele gedachte erachter. Ja, en dan hebben ze zo nog maar een paar jaar waarschijnlijk voordat dan de PlayStation 6 uitkomt. Dus ja. zo dat argument van we verdienen het allemaal weer terug met de spellen. Nou, Daar hebben ze minder tijd voor dan ja, in 2020. Daar ja, zit het wel in. Ja. Ja. Ik vind het een interessant argument dat ik tot nu toe nog niet heb gehoord sinds uh, dinsdag. Tada. Dus ik ga hier wel even over denken of ik het ermee <laughs> eens ben. Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben. Ik ga er wel even over denken. Misschien wel. Ik denk, ik denk maar dat ik, vind het nog steeds ja. wel, ik vind het wel raar. Ik vind wat Heidt zegt inderdaad van het makes, makes more sense. Mm -hmm. Dat inderdaad van, als je dan zegt van ja, maar dan kunnen we het bekostigen via de games. Ja, maar die games blijven wel hetzelfde. Inderdaad. Die blijven hetzelfde, inderdaad. Ja, en zeker ja. als je inderdaad gaat de mogelijkheid moeilijker maakt. Ik zal niet zeggen ontnemen, maar moeilijker maakt. Om fysieke games nog uh, te, door te verkopen, tweedehands te kopen, uit te lenen. Ja, dat maakt, uh, dat, dat maakt het voor mij, uh, maar, ja, ik vind, ik vind het raar. Gamen wordt een duurdere hobby. Ja, en ja. dat moet ons toch allemaal pijn doen. Dat doet een beetje zeer, dat is wel zo. Okay, een beetje. Um, Waar ik het over wil hebben, is um, een, een opvallende trend die ik even met Friso wilde bespreken. Um, de, de OnePlus 13 is een soort van, niet vooraangekondigd, aangekondigd, maar het wordt een soort van duidelijk dat hij in oktober uitkomt. En dat is snel. Ja. En dat vond ik gek. Want tot nu toe was het zo, um, uh, Qualcomm die komt dan met een nieuwe sok. Dat is meestal het startschot voor het seizoen van de nieuwe generatie high-end Android telefoons, die draaien op die sok. Niet iedereen gebruikt die, maar Samsung gebruikt hem vaak in elk geval in een deel van de wereld wel. Zo niet over de hele wereld. Um, dus ja, dan heb je Google, die gebruikt wel echt een eigen sok, maar die is ook een beetje afhankelijk van wat Samsung doet, die ongeveer op diezelfde kadant zitten als Qualcomm. En als Qualcomm dus zijn high-end sok heeft aangekondigd, dan volgen de meeste Android telefoons. En dat was tot nu toe volgens mij in... Ja, oktober, november zoiets, dat, uh, dat Qualcomm daarmee kwam. Meestal november, eind november of zo. Mm. Um, en vervolgens kwamen de eerste telefoons in december, januari. op tijd voor het Chinese nieuwjaar. Mm. Wat volgens mij iets van eind januari, begin februari is. Dat is daar een belangrijk koopseizoen. Um, en vervolgens dan in februari in maart, dan kwamen al die telefoons naar, naar Europa. toe. dat is mijn beeld tot nu toe van de afgelopen jaren. Klopt dat? Ja, ik denk het wel. Ik weet eigenlijk niet. Uh, de Chinese nieuwjaar is dat altijd op dezelfde dag, moment, uh, wel de periode. Inderdaad. Wel dezelfde periode, hmm. ja. ja dat dat nou dit jaar toevallig veel eerder is dan eerder jaren. Ja, dat, dat zou nog kunnen. Dat zou kunnen. Vol, volgens mij is de verklaring gewoon dat Qualcomm dit jaar heel vroeg is met die, met die 8 en 4. En ja. dat OnePlus, nou ja, OnePlus wil natuurlijk ook. Hè, net, ze zijn net Huawei's, willen gewoon uh, ergens de eerste mee zijn. Zeker. Ja, dus we hebben gedacht, van nou prima, dan brengen we meteen, zijn we er gewoon de eerste ja met ook gelijk ja, met die 8 Bam, 8 de, de, de De 13 aankomt. Maar het voelt zo snel naar de 12. Zeg maar, die is wanneer uitgekomen in Europa? Ik denk maart, april zoiets? Ja, zoiets inderdaad. Ja. Ja, ja, maar dan hebben we de kanttekening dat hè, OnePlus telefoons aankondigt in China... en dat ze dan maanden later pas hieruit komen. Mm, klopt, ja. Dus als je het in dat licht bekijkt... Ja, alleen ja, dat wilde ik dus bespreken. Want op het moment dat het in oktober gebeurt... Dan is er ineens weer een prikkel om richting Europa en Amerika te kijken. Want tot nu toe was de argumentatie, als het eind november, begin december is, dat is te laat voor onze feestdagen, maar ja. op tijd in China. Dus dan brengen we de telefoons daaruit en hebben we daar de voorraad liggen. Daar gaat het er sneller doorheen, want meer mensen kopen telefoons daar in januari dan dat ze in andere maanden doen. Maar in oktober ligt dat totaal anders. Want dan uh, komt hier zo uh, in Amerika en in Europa komt Black Friday eraan, wat hier een groot koopfestijn is, de feestdagen, et cetera. Um, dus dan ineens zou de prikkel kunnen zijn om het hier uit te brengen en niet langer in China. Um, denk je dat dat klopt? Is dat een logische gedachte? Ik denk dat het een logische gedachte is. Ik weet niet of het, of het uh, die kant ook op gaat. Ik ben heel benieuwd. Ja. ja, wat me daar interessant aan lijkt is dat we dus een soort van generatieverschuiving mm. krijgen binnen één jaar. Want we zaten tot nu toe dus op februari, maart. En dan zouden ze dus ineens in oktober de volgende generatie uitbrengen. Mm. Wat gewoon super snel is. En dat vind, ik, nou, dat vind ik gewoon wel interessant om te zien hoe zeg maar, de, de, de ontwikkeling bij één of max twee bedrijven. Bij Qualcomm namelijk en eventueel bij Samsung. Um, of, of bij TSMC, voor de net, die, die de Sox allemaal maakt. Uh, dat dat beïnvloedt hoe de rest van de telefoonmakers omgaat met hun, met hun release schema. Zeg maar. mm. dat, ik vind dat interessant hoe dat dan op de achtergrond zo werkt. Nou ja, de rest in ieder geval tot nu toe één. Hè? Ik bedoel, ja. Uh, maar ja, ik kan me voorstellen: S kijk, als OnePlus dit trucje één jaar uithaalt. En uh, Qualcomm is de volgend jaar net zo snel dat, dat Samsung dan ook gaat denken van ja. moeten wij niet eerder gaan. Maar weten wij, ook, weten wij ook al genoeg over die OnePlus 12 om dan uh, 12 te zeggen van is dit, is dit is dit is dit niet gewoon dat dit een hele kleine upgrade is Is het eigenlijk niet gewoon de 12,5 of zo die ze uitbrengen in plaats van de 13 nu zijn niet alle zo. telefoons kleine upgrades thuis we hebben dadelijk een mooie mooi, weer, mooi, heb ja. je wel nee maar is dat is dat niet zo van ik kan me voorstellen dat je inderdaad zegt van ja het is een het is, een, het is wel heel vroeg in het seizoen om dat te ja. doen maar misschien is daar ook wel een hele goede reden voor in de hardware maar ik, ik weet ken die hardware daarvoor niet genoeg en wat er al is uitgelekt over die dingen Nee, daar dat weet ik ook niet genoeg voor. Maar ik kan me wel voorstellen, omdat die tijd waaraan ze aan telefoons werken, die is wel, echt, die is wel langer dan dat je zou denken. Die zijn daar in de planningsfase al, ja, ik weet niet wat het nu is, maar een jaar, anderhalf jaar zijn ze bezig met zo'n telefoon. Dus als ze op tijd weten dat Qualcomm ook op tijd is, dan kunnen ze daar heus hun schema op aanpassen. En dus de dingen die ze normaal in januari zouden doen, al in oktober doen. Dat is zeg maar, wel mogelijk. En inderdaad, als ze echt een beetje verrast worden, de nieuwe generatie... dan kunnen ze altijd hetzelfde ontwerp, dezelfde componenten... maar hup, oude sok eruit, nieuwe sok erin. Dat kan, het, dat kan denk ik in veel gevallen ook wel. Ja. Ik vraag me af of um, Black Friday en uh, Chinese Nieuwjaar... of die misschien niet iets te kort op elkaar vallen... om te laten doen wat jij zegt. Want als je in de huidige situatie... kan je gewoon een hele hoop telefoons produceren alleen voor Chinese Nieuwjaar... Ja. en dan kan je die dan allemaal verkopen en dan is het helemaal prima... Maar als je eerst Black Friday zou hebben, daar moet je al een hele hoop telefoons voor produceren. Dus spokkelen, spokkelen, spokkelen. Mm -hmm. En daarna zou je hetzelfde moeten doen voor Chinees nieuwjaar. Is dat niet te veel te kort op elkaar? Ja, dat zou kunnen. Ik kan niet in hun, in hun voorraadsystemen kijken. Nee. En of ze dan genoeg van alle componenten hebben. En of ze dat snel genoeg in elkaar kunnen zetten en zo. Maar ik kan me voorstellen dat dit zo is. Want volgens mij kondigt Qualcomm eind oktober de, 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 de nieuwe Snapdragon naam. Ja. Dus dan hebben ze een maand om genoeg socks te produceren om aan telefoonmakers te geven... die dan ook niet zo heel veel tijd hebben... om dan ook nog eens genoeg ja. telefoons te produceren. Het klinkt wel wat kort. Het klinkt krap, hè? Ja, het klinkt vrij ja. krap. Ik kan oh. me ook voorstellen dat ze dan tegen Qualcomm zeggen... als jullie dan toch vroeg zijn... kan dat niet even een paar weken eerder? Want dan lukt het ons ja. voor Black Friday. Ja. Ja. En het moment van de aankondiging hoeft niet zeg maar, samen te vallen van... jongens, we kondigen nu aan en nu gaan we beginnen. Ik bedoel... Apple heeft nu ook al, uh, ik weet niet hoeveel iPhones liggen ja. waarschijnlijk. Oh, Zo ik dacht dan. al meteen. Oh, ja, die nee, hebben ja, ze. Oh, is, uh, okay. Ja, ze zijn oh, echt slim joh. Joh. daar bij Apple hoor. Oh. Ja. Ja. <laughs> Leven alles. Amazing. Dat is wel waar. Misschien rollen er al OnePlus 13's van de band op dit moment. En dan, ja, ja. Het, ja. het is wel september. Het is wel september, ja. In ieder geval, ik vond het een interessante ontwikkeling hoe dat, uh, hoe dat gaat. Absoluut. Maar over kleine upgrades gesproken van <laughs> telefoons. Ja, daar gaan we <laughs> hoor. Nee, um, Apple was natuurlijk maandagavond. Um, en we hadden het er in, in, in het begin al eventjes over. Maar als je kijkt naar deze keynote ten opzichte van volgende keynotes, wat, wat viel je op, Friso? Oeh, wat viel me op? Uh, lastige vraag. Ja, het, 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 het was niet super spannend. Ik denk dat je dat wel achteraf uh, kunt stellen. Ja, een beetje mm -hmm. de, de, dezelfde dingen, dezelfde, op dezelfde manier gezegd natuurlijk. Um, dus ja, ik, ik, ik vraag me af. Wat gaat dit voor, voor introductie zijn uiteindelijk? Gaat ja. het een beetje zijn zoals, uh, ja dan ga ik misschien al een stap te ver, maar gaat ja. het zijn zoals de, de iPhone 13? Hè? Dus een, een kleine update die, uh, ja weliswaar klein is, maar wel hele praktische dingen toevoegt zoals die toch de moeite waard is. Ik denk dat je dat, dat is mijn, mijn algehele indruk van de iPhone 13 serie. Ja, of wordt het toch meer zoiets als de iPhone 14? Uh, ja, een kleine update die eigenlijk ook niet echt de moeite waard is. <laughs> ja. Alleen maar een paar honderd euro duurder, waardoor je net zo goed de oude kunt kopen. Ja. Nou, je zei net, je had achteraf wel kunnen stellen dat het een kleine, eh, niet zoveel voorstelde, de keynote. Had je vooraf iets anders verwacht dan? Nou, ik denk, kijk, vooraf waren er wel, bijvoorbeeld over de Watch 10, waren er wel uh, in ieder geval, um, nou ik zal niet zeggen indicaties, maar ik in er was misschien de hoop dat dat, dat nieuwe design, hè, dat dat wel uh, wat significanter veranderd zou zijn dan waar ze uiteindelijk mee zijn gekomen. Kijk, ja, dat het iets dunner is en dat het scherm iets ronder is. Ik denk dat dat de, de Watch 10 versus Watch 9 is. Ja, want ik ben geen Watch-kenner, maar ik dacht alleen, ik heb de keynote een stukje van gekeken. Mm. En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad een Apple Watch. Dat is een Apple Watch, ja. ja, ja. Dacht ik, ja, ja. ja. ja een nieuw <laughs> ontwerp, huh, Wat? Oh, Heb ik een slide gemist? <coughs> ja. Nee, ja, ook omdat het natuurlijk de Watch 10 is. Hè. Bij de iPhone 10 ja, was het natuurlijk wel echt ja. het moment dat Apple volledig uh, dat ontwerp introduceerde, eigenlijk wat ze, wat ze nog hebben. Ja, afgezien van iets minder rechtere zijkanten misschien. Uh, maar ja, dat is dus niet gebeurd. Het is eigenlijk, eigenlijk heel vergelijkbaar met de Watch de, de 9, dat ontwerp gebleven. Ja, voor ja, wat betreft de iPhones. Kijk, uh, de keynote, de naam van de keynote was natuurlijk al Glow Up. Of nee, wat is het ook weer? Uh, ja, it's Glowing of Let's, let's Glow. It's uh, Glowing. Ja, iets met Glowing Iets met Glow. Dus indicatie van, he, dat, dat, dat gloeieffect, dat komt dan in beeld als je uh, de nieuwe AI uh, yeah. Surrey gebruikt. Mm. Uh, dus dat het daarom zou gaan, ja, dus dat het eigenlijk vooral de software zou zijn die zou zijn verbeterd, natuurlijk een paar kleine verbeteringen zitten ook wel in het toestellen op, op hardwaregebied, uh, maar dat wel vooral daarover zou gaan, ja. Ja, ja ik maar vond, ja. ja, ja, it's glowing. Ik vond het sowieso al aangeven, eigenlijk dat we hebben niet zoveel te zeggen, want meestal dan bij zo'n aankondiging dan dan na, verwijst de naam naar iets dat al in geruchten bekend is, maar dat we ja. nog niet wisten. Maar dat It's Glowing, ja, dat, dat wisten we al maanden. Want dat heeft Apple nou, al veel eerder laten zien. Dat ja. is wel echt lekker Kremlin-watchen, dit. Hè? <laughs> ja, <laughs> it's Glowing, wat kan dat betekenen? Glow-up, is dat een verwijzing? naar? Nou? Nou, ja, het, ja het, het was gewoon niks. Ja. Nee, maar ik, ik was ja. vooraf vooral benieuwd. Want um, uh, ja, het ging natuurlijk veel over Apple Intelligence en AI. En hmm. um, Tim Cook begon ook gelijk met, nou, dit zijn de eerste iPhones die gebouwd zijn met AI in het achterhoofd. Bla, bla, bla. Built for the, from the nee, ground maar, up. Dit vond ik, waarom ik dit interessant vond. Apple Intelligence is nog niet uit, komt niet uit met deze iPhones en als het uitkomt, is het alleen in het Engels en in Amerika. Mm. Dus je praat tegen een select deel van je doelgroep. Nou ja, en dat vond ik belangrijk. Het belangrijkste van. deel van je doelgroep, toch? Nee, uh, ik denk dat een de nou minderheid ja. van de iPhones in Amerika wordt verkocht. Ik denk dat er meer naar de rest van de wereld gaan... waar dit dus nog lang niet uitkomt. En misschien komt dat volgend jaar... in diverse talen, Duits en Japans en zo... maar niet echt, zeg maar, dat je denkt van... wow, dit is een wereldwijd fenomeen hmm. binnen, binnen afzienbare uh, tijd. Ja, of misschien het belangrijkste deel van je aandeelhouders... om even terug naar de macro-economie te, te stappen. Ja. Vertel me meer, Friese. Nou ja, Apple lag wel een beetje achter op AI-gebied. Eigenlijk een beetje hetzelfde als Google... die nu iedere presentatie... Uh, ja, 300 manieren probeert te zoeken... om AI ergens uh, tussendoor te, te frotten, zeg maar. Ja. Of Microsoft dat nog een lijntje... Snuit. En dan er, weet je wat we ook AI in kunnen doen? Nog meer gevonden. Ja, niet nou ja. de concurrent, maar. Mm. Mm. Maar ik, denk je ook niet dat de presentatie een beetje lauw ontvangen werd, of in ieder geval dat, dat wij nu allemaal denken van ja, eh? um, omdat heel veel van die Apple Intelligence dingen ook al in juni met WWDC werden geïntroduceerd. Mm. Dus we wisten eigenlijk, we wisten dat het AI, AI ging worden. Mm. We wisten alleen nog niet op welke manier, maar we wisten wel wat er ging komen. En ja, dat je daar met hardwaregebied niet zo super veel mee kunt doen. Is niet zo gek. Dus... Nee, misschien niet. Nou ja, op zich. Uh, en dat is wat, 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 wat Tim Koek ook aan refereerde dan. Uh, kijk, dat Apple Intelligence. Dat werkt niet op alle iPhones. Behalve de, de, de 15 Pro en de 15 Pro Max. die ja. hiervoor uh, zijn uitgekomen. Dus, dit is wel de eerste serie. Zeg maar, ook waarvan de, 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 de normale iPhones. de 16 en 16 Plus. Uh, dat ook ondersteunen. Dus dat is wel belangrijk, maar inderdaad, uh, ja, zelfs in Amerika, uh, als ik niet vergis, zal dat in het begin, zeg maar, als je ze zo uit de doos krijgt, is nu besteld, dan, is, dan zit die Apple Intensity er nog niet, nog niet in. Nee. En de eerste features die komen wel, Apple had beloofd uh, dit jaar, dus dat... Oktober waarschijnlijk uh, of ja, zo. oktober, ja. november. Uh, maar ja, dan alsnog, kijk, hier in Europa hebben we er eigenlijk uh, nog vrij weinig aan voorlopig. Ja. En toch heeft het wel ook, zeg maar, ook die 16 en 16 plus wel degelijk beïnvloed. Want die hele nieuwe uh, uh, cameraregelaar, zoals dat in het Nederlands heet. Cameraregelaar. Cameraregelaar. <laughs> die zit er natuurlijk op, omdat er... Apple Intelligence in zit. Zeg maar dat is het eerste wat ze lieten zien van die cameraregelaar Is je houdt die knop ingedrukt en dan kun je dingen in je omgeving gaan scannen. Mm. Dat is duidelijk voor hun het belangrijkste onderdeel. Want ze hadden een cameraknop ook al 15 jaar geleden op de iPhone kunnen zetten. Hebben ze niet gedaan. Ja, dat is wel bijzonder. Je kan hem ook strelen. Dan zoom je in of uit. En... Ik vond ja. het wel interessant. Die ja, maar -knop. Is ook niet, het is niet vernieuwende techniek. Dit hebben ze in hun trackpads. Hebben ze dit in hun laptops al jaren zitten? De dus... deden dit ook al. Ja, ook. ja, maar niet met dat scrollen. Niet, niet met dat, met dat, dat scrollen. Nee, dat... Hey, ja. dat niet nee, Maar, maar, maar het, het feit dat het er nu in zit, kan je niet loszien van het feit dat Apple Intelligence eraan komt, die ook een visuele component heeft die je op deze manier aanroept. Mm. Um, dat lijkt me de reden dat die ook op de 16 zit. Want vorig jaar met die mooie action button, die zat alleen op de Pro's. En daar mm. was verder geen reden voor, behalve dit is een nieuwe feature en wil onze Pro's onderscheiden. Maar de cameraregelaar die hoeft kennelijk niet het onderscheid te maken tussen de Pro en de gewone versie. Mm. Hoe zie jij dat? Ja, ik denk wel een logische verklaring dat, dat, uh, ja, dat het dus daarom ook op de 16 en 16 plus zit. Ja. Wat vond je sowieso van 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 uh, de reguliere versus de pros? Want dus elk jaar is dat weer een nieuw nieuwe balans lijkt het. Mm. Um, Goede vraag. Ik denk wel dat de reguliere toestellen, ja, dat die net als vorig jaar eigenlijk een grotere stap maken ten opzichte ja, van uh, het jaar daarvoor. He, dus ze krijgen dus die twee nieuwe knoppen. Ze krijgen, uh, nou ja, niet helemaal dezelfde sok, maar wel uh, twee generaties nieuwer dan de oude. Want de oude ja. had nog een A16 uh, sok. Uh, even kijken. Ja, en de, de ultragrote camera met macrofunctie. Het ja. is niet helemaal dezelfde. Ook weer niet helemaal dezelfde ultra-groothoek als op de, de Pro's. Want die gaan de 48 megapixel. Maar ze hebben dus wel die macrofunctie die voorheen gewoon nog niet in, in uh, normale iPhones te vinden was. Dus ik denk van een leuke toevoeging. Ja, is inderdaad een grote stap. Ja, dat vond ik ook. En uh, wat hebben de Pro's nu nog? Wat de gewone niet hebben? Dunnere randen. O ja. Ja, nou ja, nou ja, dat is wel. Dat is wel echt. Als je tenminste. Ik heb natuurlijk wat, wat, wat filmpjes bekeken al van de dingen. Maar ja, het is denk ik wel de dunste rand op een smartphone tot nu toe. het okay. ziet er wel impressive uit. Ja, goed. Oké, okay, als je een Hoesom doet, dan zul je het wel niet meer zien. Maar, maar even goed. <laughs> op iedere smartphone of op iPhones? Uh, op iPhones, ja. Echt? Vorig jaar al. De, dus de, de 15 Pro had ook al een dunnere rand dan de 15. Maar de, dat verschil is nu wel echt duidelijk zichtbaar. Dat je dus met. Ja. Uh, want de, met de 16 is daar geen verschillen gemaakt eigenlijk die zijn precies even groot qua scherm en ook qua, uh, qua rand. En ja, het, het scherm is ook gewoon fysiek groter. Ja, ze zijn ook fysiek iets groter, um, dus ik weet niet of dat noodzakelijk positief is. Kijk, dat vond ik wel leuk van de 15 Pro, dat die gewoon lekker klein is. Dus de 16 Pro ook niet heel groot, denk ik. Maar even goed, uh, ieder, oh, iedere oh, ja, groei, lang, ja. Ja. ja, ja, iedere groei, daar moet je toch vooral met hand en tand uh, tegen verzetten, vind ik. <laughs> In, in, in gewicht en afmetingen. Ja, nog steeds. Uh, schandalig dat uh, Apple de 13 Mini. Uh, nou, ja, bij die heb je telefoon gezet. van je. Ja. Dat, Happy ja. Mail telefoon, uh, kom op. Daar hebben we high to Ja, nee, hoor. sorry, maar dat was echt gewoon te klein. Het, het zag er gewoon heel raar uit dat je zo'n klein toestelletje in je hand had. Ik, ja. Nou ja, te klein. klein het, is, het is omdat andere fabrikanten niet met zo'n kleine toestellen kwamen. Het was gewoon een ja, perfect klein. Ja, omdat de format. consumenten grotere toestellen willen. Ja, maar ik, ik kon Als het, het zo succesvol was, waarom weeft Apple het niet meer dan? Omdat je de enige was van heel Nederland die zo'n ding kocht. Nou, niet de enige. Ik, ik zie hem wel eens. Ik zie hem denk ik ongeveer even vaak als dat ik uh, Volderbos tegenwoordig zie. Dat is ook wel grappig. Precies, ja. 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 Dank dus, ja, ja. Ja, nee, <laughs> je, Friso. Ja. Ja. <laughs> maar alsnog, alsnog. Ik kom met mijn duim gewoon bij het hele scherm. Ja? Dat is toch fijn? Als er een, uh, land, als er een land zou uh, zijn waar ze alleen mini-telefoons hebben, zou je daar gewoon heen verhuizen. <laughs> Sorry, wat zeg je? Ja, <laughs> als er een land zou zijn waar alleen maar mini-telefoons waren, waar je ze daarheen daarheen uh, hebt, denk ik, of niet? Dan was ik op zijn minst, ja, net als, uh, als Thijs, was ik daar naartoe gevlogen voor, om dat ding voor veel te veel geld uh, aan <laughs> ja. te schaffen. Ik ga met jou mee dan koop ik daar een foldable. En dan ja, uh, met drie uh, vouwen wel. Precies, nee, twee vouwen en drie delen. <laughs> hey, heel eventjes, hoe groot is het basismodel? Is dat nog steeds 120 gigabyte? 128. Ja, 28. pijnlijk. Pijnlijk. Ja, hoe kan dat nou nog? Het is 2024, bijna 2025. Wat is er mis met 128? Nou, ik moet. Ja, dat is toch gewoon niet meer van deze tijd? Ik vind het best raar voor Apple. Ik vind het best riant. Ja, voor Apple. Ja, dacht dat nog steeds 32 gigabyte was. Ja, zoiets, ja. Ja. Maar hij. ik zou je een argument geven waarom Thijs gelijk heeft. 4K 120. Je kan niet filmen op 4K 120. <laughs> ja, ik weet niet. Ik, had laatst, ik heb een telefoon van 256 gig, een Pixel. Die overigens ook gewoon een Pixel 8, ook met 128 komt. Mm, zeker. Dus, uh, en uh, een van Het is ja. nou redelijk normaal hoor. Ja, ja. ja, ik, nou, ja eh, je normaal je misschien cloud wel. Cloud-abonnement. Cloud-abonnement. Cloud ja, dat is, dat is hoe ze je pakken. Maar ik had laatst een filmpje gemaakt van 4K 60. Van, uh, dat duurde 5,5 minuut. En toen, dat was 2,5 gig. En dat was dus gewoon. toen dacht ik, dit, dit ene filmpje is 1% van mijn opslag vol. Mm. Ja. Dat vind ik nogal wat. Dus nee, ik vind het nee, echt nee, gewoon. Nee, kom op, nee, Apple kan toch beter. Ik ben het 100% met je eens. En ik kan het zelf weten, want ik heb een 15 Pro gekocht uh, afgelopen zomer. Voor, uh, nou, ik, ik ging op vakantie. Mm -hmm. Dus ik wilde een goede camera. Ik wilde ook natuurlijk gebruik maken van al die leuke features. Dus die, die Pro, Raw, die ProRes lock, dat kan ik natuurlijk ook nog steeds met de nieuwe toestellen. Dan heb je nog niet eens 120 FPS. Maar ik, ik merkte wel, ik heb 256 gig gekocht. Ik, ik denk dat dat eigenlijk al te klein was achteraf. Mm. Uh, als ik ja, nou, nog wat meer in die pro maar, had geschoten had Ja, Wat maar, ik daar is... vooral aan merkte, ik was op die vakantie met jou. En dat je ja. dan iedere keer van elke foto drie keer moest nemen. Dat je eerst een pro-roll moest en dan moest er een langere bijna weer. Een andere versie. Ja, ik, ja. ik heb misschien ook veel foto's gemaakt. Maar ja, dat is wel... Ik bedoel, zo'n pro nodigt uit om er heel veel mee te doen. En... Dan merk je gewoon inderdaad dat die opslag heel snel voorkomt. Ja. Zeker... Waarom doen ze dan nog steeds 180? Is het echt zo cynisch van ja. om maar meer iCloud te verkopen? Is het echt alleen dat? Ik heb nu wel een iCloud 2 terabyte abonnement. Ja, ja dus ik ook, ik ik ook uh, een Google ja. One abonnement. Ze <laughs> <Ik ben, laughs> hebben me wel. Ik, ik, ben <laughs> ik ben er gewoon bij. Uh, uh, maar ja, ik, ik, kijk, ik denk het wel. Je ziet wel dat de uh, 16 Pro Max, dus het allergrootste topmodel, die begint wel bij 256. Ja. Uh, maar ja, de, de, de kleine Pro niet. En dat, dat vind ik inderdaad heel uh, zonde. En daar zal ik ook zeker een review aan het aan besteden. Uh, want ja, ik, ik had het toevallig ook nog opgezocht: zo'n zo zo ProRes uh, Log video. Dus echt de hoogste videokwaliteit die die ondersteunt. Als je daar 4K 30 fps in gaat opnemen, uh, dan is dat een, heeft dat een bitrate van 600 megabit per seconde ongeveer. Dus nou ja, voor de rekenaars. Misschien ik wou kan zeggen, iemand zeggen: reken even voor, ja. voor mij uit hoeveel dat is. Want ik ben die rekenaar niet. Ik denk de, bij de volgende podcast: dan zullen we horen hoe lang je daarmee kunt filmen met een 128-gigabyte toestel. Kan trouwens ook überhaupt niet volgens mij. Want dan moet je. Okay, ja, voor de, voor je de, voor de luisteraars die, die wel 30. kunnen rekenen: hoeveel is dat? 4K, 30 <laughs> fps, Opgave en dan voor 600, de volgende keer. Ik, ik denk 600, een minuut of twee ongeveer. Okay. En zeker ja. als je dan dus 4K 60 of 4K. Ik weet niet of die 4K 120 ook ProRes Lock voor mij tekenen. wel ja ja dat wel oké okay, nou dan, dan is het dan één minuut uh, maar misschien alleen op externe omslag, dat weet hm. ik niet zeker hey en 4K um, 120 is dus een van de verbeteringen waar ze de mond van volden. wat waren ze nog meer anders bij de camera's van de pros even kijken ze zijn er onder elkaar gezet zodat je wat ja. hebt aan en vision pro ja dat is ja. niet de pro overigens dat is gewoon de, de iphone 16 normaal je ja. hebt inderdaad camera's met omgegaan. 3d effect maar daar was het ook over dat vond ik ook wel ja, ja, die Vision Pro kan je nog steeds maar in, op, in drie landen kopen of zo. Dat ja, man... ik, ik, misschien is dat ook wel een, juist een teken. Wat jij net zegt, dat, dat een hele lange uh, hoe zeg je dat, lead uh, er zit. Vanaf het moment dat een telefoon voor het eerst wordt bedacht totdat hij in de winkels komt. Ja. Kijk, misschien had Apple een jaar, een anderhalf jaar geleden toch meer het idee... dat die Vision Pro nou ja, sneller een succes zou kunnen worden dan dat hij is geworden. Of in ieder geval dat ze sneller met een goedkoper model zouden kunnen worden... wat ze volgens de geruchten aan... Mm -hmm. zou zijn gekomen wat, wat, zou zijn gecanceld, dat, dat waren de geruchten um, maar ja, ja ik, ik zie niet echt kijk, inderdaad, bij, de, bij het huidige uh, hoe, hoe het nu zit, is het niet echt logisch inderdaad mensen die dan wel 4000 euro voor zo'n Vision Pro kunnen uitgeven, maar niet een paar honderd euro meer voor een Pro iPhone met de, met de Pro <laughs> iPhone kon het er langer um, ja. Ik denk dus ook ja. trouwens dat er een psychologisch effect in zit. Ja, daar kom ik weer. Hij komt met macro-economie, ik kom met psychologische oorzaken. Uh, maar um, mensen willen zien dat je een nieuwe telefoon koopt. En inmiddels was mm. al een paar jaar, zaten ze diagonaal onder elkaar. Dat was een soort van herkenbaar kenmerk. Want van voren kun je niet meer zien welke iPhone welke is. Althans, als gewone gebruiker niet. Friso zal het wel kunnen zien. Ja, handen. Doen. Uh, precies. Friso kan het zien. Dat, dat is mijn punt. Um, maar uh, uh, heel veel andere mensen zien dat aan hoe de camera's eruit zien. En als ze ineens recht onder elkaar zitten in plaats van schuin. De laatste keer dat dat zo was, is volgens mij vijf jaar geleden of zo. iPhone 12. Kijk, um, uh, vier jaar geleden. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Dus nu, nu voelt dat weer een stukje nieuwer. Dus dan kun ja. je die duidelijk onderscheiden ja. van de mensen met een oudere telefoon. Met de kantteken dat jij dat ook niet wist. en alleen Friesel hier wist wanneer dat was met die iPhone. Dus ik betwijfel of de gemiddelde consument weet. Ah, die twee camera's <laughs> zo onder elkaar. Ah ja, nee, dat was de iPhone. Ik weet niet eens wat je zei, 12 uit 2000. Ik nee, maar dat is niet het punt. Het ja, punt is nee, dus dat maar de ja, afgelopen ja, generatie. Ik snap het Ik weet niet of, ik niet of de gemiddelde consument dat zo zodanig gaat herkennen. Nee, nee, nee. Het is gewoon, oh, dit wat? is nieuw. Want ze zitten niet schuin onder elkaar, maar recht. Ja, maar het is geen Samsung die wel echt een wat, wat meer onderscheid lijkt te hebben in, ja. in de achterkanten. Iedere keer weer. Ja. En ik denk nog steeds, ja, dat is een iPhone. Oh ja, dat is een Apple Watch. Ja. Ik vind dat het bij Samsung ook wel meevalt, trouwens, ja, jaar op jaar. Ik bedoel, ze hebben nu al een paar jaar dat design met die drie losse camera's. Ja. Ik denk dat, nou, om maar weer terug te komen op OnePlus, uh, bij OnePlus ziet het er gewoon ieder jaar compleet anders uit. Dat is een beetje. Waar. Ja, maar ik nou, nog één ding, één ding aankaarten. Wat het is een beetje hetzelfde als in de 128 gigahertz, maar of, uh, 128 gigabyte, 60 gigahertz schermen. 60 hertz scherm. 60 gigahertz, ja, wow. dat, dat zou wel mooi zijn inderdaad. 60 hertz scherm. Ja, voor de gewone ja, ja. iPhones dus, niet voor de, voor de pro's. Ja. Nee, Oké, okay, maar dan nog. Uh, wederom, dezelfde uh vraag. Dat kan toch niet meer? Anno 2024? Tuurlijk wel. Het, het kan, want je ja, ziet het Apple kan, het gebeurt. Dus en het het, het. Kan, en het gebeurt en mensen kopen Nee, komen maar het. ik vind het. dat, dat is toch... Ja. Je, je zag daar ook in de comments wel wat, wat verschillende reacties over. Kijk, sommige mensen, of in ieder geval de meeste mensen... zeggen denk ik wel van, ja, belachelijk. En hoe komt Apple er toch mee weg? En ik denk ook, he, ik ben dus nu gebruiker van een 15 Pro. Uh, dat als ik weer kijk naar zo'n zo zo 16 of 15 uh, scherm, dat ik echt zie van ja, dat is heel schokkerig. Maar aan de andere kant, als je het niet gewend bent, dan zul je misschien ook niet uh, denken dat je wat mist, als het ware. Is dat, is dat logisch? Ja. Ja, dat zit en dan zit er wat in. Dat, dat maar het is, Dan, meer, van, het is meer van, van. Voor, voor, voor een topmodel telefoon hmm. met zo'n prijs. Verwacht, ja, je, toch, dus verwacht je toch wel wat meer? Neem een maar, een, bijvoorbeeld. Nee, maar je verwacht toch, <laughs> 3, toch iets meer millimeter, daarvan. Uh, je verwacht uh, toch dat Apple daar een beetje met de tijd mee gaat. Hmm. En, en, Ik denk en, echt na dat, dat dit, dit, is, ja. Zou dat volgend jaar wel gaan komen, 120 Hz, op de, op de normale iPhones? Maar ja, ze hebben zichzelf natuurlijk ook een klein beetje in een... In een uh, hoe zegt men dat in het Nederlands? Painted in het in een hoekje door. geschilderd. een hoekje geschilderd, precies. Door dat uh, 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 pro Motion te noemen. Ja, dan kun je ja. natuurlijk niet zeggen van... Uh, je hebt hier een normale iPhone, maar je hebt een Pro-feature. Ja, met normale motion. Met ja. normale motion, ja. Dat, dat, ja. ja, normale Ver. motion, normale iPhone. Pro-motion, Pro-iPhone. Ja. ja, nou dit denk ik wel om het onderscheid te blijven maken... tussen die Pro's en die reguliere varianten want ja de pro's moeten wel voldoende hebben om die meerprijs te rechtvaardigen en ja 120 hertz kan voor sommige mensen dan een reden zijn om dan toch te kijken naar die pro denk ik maar we zaten bij de camera's van de pro's wat was er wat ja. was daar nog meer sorry anders. daarvoor <laughs> camera even kijken dat was dus die 4k 120 ja op de ja. hoofdcamera uh, je had 48 megapixel op de ultragrote op de ultragrote ja, dat zal ook wel een grotere sensor zijn dan ik denk het, ik weet het niet. Omdat ja, dat, 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 zal het dat veel kleiner niet kan. Maar, mm. ja. En uh, je, hebt, je krijgt nu vijf keer uh, de, de vijf keer telecamera met dat Teta Prisma systeem. Krijg je ook op de kleine 16 ja. Pro? Dat is, door hoeveel, quote unquote, kleinere telefoons? wat echt klein is en niet. Het is geen midi. Maar hoeveel kleinere telefoons met, met zo'n zoomcamera zijn er eigenlijk? Geloof nou je dat ja, veel in Nederland? Uh, de Google Pixel 9 Pro. Oh ja, oké, okay, die heeft dat ook inderdaad. Ja. Ja. Nee, maar verder inderdaad, alle kleinere telefoons, volgens mij, uh, die hebben een drie keer telecamera op zo'n hoogst. Ja. Ik vraag me wel af, overigens, en dat, dat zal echt uit de review moeten blijken, want uh, kijk, als je kijkt naar de 15 Pro Max, uh, de tele, kijk, dat is op vijf keer heel goed, dat is op één keer heel goed, en dat is op twee keer, nou ja, voldoende. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de prestaties op drie keer uh, zoom, drie keer digitale zoom dus, ja, dat was gewoon niet best. Nee. En dan zie je wel, uh, kijk, ik heb Nogmaals, ik heb zelf een 15 Pro, op drie keer is dat gewoon, uh, gewoon prima. Dus ik vraag me af of Apple die digitale zoom, ik, ik zou hopen dat Apple die digitale zoom in ieder geval wat kan verbeteren voor de, voor de 16 Pro. Omdat er dus nu gewoon een heel groot gat zit tussen die 1 die keer en die 5 keer eigenlijk. Ja. Die wat voor Samsung bijvoorbeeld op zijn S24 Ultra er gewoon een extra camera tussen plaatst. Maar daarom is het een Fusion camera Friezel. Oh, de Fusion camera, ja natuurlijk. Nee, de gedachte is van mij wel dat hij met uh, in ieder geval op twee keer, dat hij dan een aparte. Uh, ja. Uh, verwerkingselementen om te zorgen dat dat, ja, nee, maar dat twee ze niet keer inmiddels de 12 megapixel pakken. Twee keer is ook prima. Dat was vorig jaar was dat ook al prima. Of ja, vorig jaar, ja, vorig jaar dus bij de, uh -huh. de 15-serie. Um, maar ja, die drie keer, dat was wel echt een probleem als je kijkt naar ja. wat bijvoorbeeld de, de Google Pixel 9 Pro op, op drie keer nog produceert. Ja, dat is niet perfect, want die hebben ook geen, uh, geen vierde camera, dus geen camera eigenlijk voor drie keer. Dus die hebben ook een vrij groot gehad, dus één keer en vijf keer. Ja, dat is wel een stuk beter, dus dat is... Uh, nou ja, ik, ik ben heel benieuwd hoe ja. dat gaat zijn. Inderdaad, dan wil ik nog even naar de AirPods. Um, oh, ja, die waren er ook nog. Die waren er ook nog. Er was een opvallende splitsing tussen een versie met en zonder noise canceling. Ja, ik had het zelf ook niet door in eerste instantie, maar toen zag ik inderdaad, hé, hey, er zijn twee verschillende producten ja. met verschillende prijzen. Ja, hoe, hoe kijk je daarnaar? Is dat de, het, het het leek als een grote stap voor de gewone AirPods, waardoor ze veel dichter bij die Pro's komen die er al een tijdje zijn? Ik zou zeggen van wel, maar ik moet zeggen: met oortjes, daar hou ik mezelf nooit zoveel bezig. Want die passen nooit in mijn oren. Dus uh, ik, ik, ik draag altijd gewoon over-eerkoptelefoons hoor. Ah. Maar die hadden eerst dus geen actieve ruisonderdrukking. Klopt, ja. Ja, okay. dat is een nieuwe functie daarvan. Mm -hmm. um, maar dus alleen op de duurdere modellen. Je hebt dus ook een goedkoper model. Die is ook goedkoper dan de AirPods. Zoals het tot nu toe uitkwam. Die kwamen altijd uit grot. Volgens mij 160, 170 euro en deze zijn 150. Apple heeft iets, iets goedkoper gemaakt. Apple heeft iets goedkoper gemaakt. Maar gewoon uit zichzelf gewoon zonder. is niks mis met die dingen verder. <laughs> ze zijn, ja? Het is niet alsof ze een oortje missen of zo. Ze hebben gewoon uit zichzelf gezegd. Uit het stuk inderdaad. Ja, ja, exact hetzelfde product, maar we maken hem nu goedkoper. Ja, nou, Dit een is, ja. Ja, maar is, het, is een nieuw product zelfs. Wat is er nieuw aan dan? Was er gewoon een ja, USB-C in plaats van lightning, toch? Of, of nee, ja, kleinere uh, Dat zijn de die hebben USB-C inderdaad. Nee, ook ja. de, de AirPods, de gewone Apple's, die hebben USB-C nu in het, in het doosje zitten. En het is ook inderdaad een iets kleiner doosje, wat volgens mij heel welkom is. Want hoe kleiner het doosje, hoe beter het is. Um, ja. ja. Oké, okay, dus, maar heeft hij een kleinere accu dan een kleinere doosje? Dat weet ik niet. Maar het, Ik weet okay. niet hoeveel dat echt uitmaakt. Want, nee, maar ze uh, hebben dus een, een, een beter product uitgebracht en de prijs verlaagd. Ja. Moet iemand Apple bellen of zo? Van gaat het nog wel met jullie jongens? Want iedereen is van. PlayStation wordt alleen maar duurder. Nou, dat zijn we weer cynisch. Nou ja, we, uh, sinds wanneer is Apple een bedrijf dat zomaar prijzen verlaagt. Maar als we het macro-economisch bekijken. Nou. Ja, nou. Nee? Ja. ja, dan zullen we eens even nee. onze macro-economische bolsponder. Eerst één versie voor 170 euro. Nu hebben ze twee versies. Eentje van 150 en eentje van 200 euro. Er koopt een subset van de mensen, koopt nu iets wat duurder is, namelijk 200 euro. Dus in totaal, als je kijkt naar de gemiddelde omzet per uh, klant, dan zal die. Eerder stijgen dan dalen, want ze verdienden eerst 170 euro op gewoon de Airpods. En nu is het 150 of 200. En als de helft of meer gaat voor de versie met ruisonderdrukking, en ik denk dat heel veel mensen dat wel willen en doen, dan zit je al snel boven de 175 euro. Dus is het netto winst voor Apple. Dus -economisch, Economisch heel slim. Heel slim, ja, 100%. zeker. 100%. Ja. Ja. En, of, en Thijs heeft er voor ja. doorgeleerd. Of juist meer mensen denken nu, hey, 150 euro, dat valt net binnen mijn budget. Ja, ik ga niet juist die goedkopere dingen kopen. Dat kan ook, maar dan hebben ze extra klanten die voor 170 euro misschien die dingen niet hadden gekocht. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Dus okay. ik denk dat dit ik denk dat dit een goede stap is eigenlijk. Ik ben in shock. Ja. Wanneer, uh, wanneer kunnen we reviews verwachten van de nieuwe Apple-producten, Friso? Goeie vraag, want ik weet nog niet precies wanneer we de uh, samples gaan krijgen. Mm -hmm. uh, ik hoop ergens in de volgende weken. En dan, dan gaan we natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag om ze allemaal, uh, allemaal te testen. Maar kan je niet gewoon de, de vorige telefoons pakken en dan gewoon overal plus 2% doen of zo? <laughs> en een camera-knop erbij bedenken of zo? Kan, kan, kan. Ja, maar dat is natuurlijk niet hoe wij te werk hebben. Oh, sorry. Ja, ja, precies. We zijn professionals. We zijn professionals. Exact. Dan wil ik nog even vooruitkijken naar wat er wel op de site verschijnt. En dat is iets van Apple ook. Want uh, ik ben bezig oh. met een video over iOS 18. Uh, dat is wat iedere iPhone-gebruiker volgende week waarschijnlijk. Nee, niet waarschijnlijk. Volgende week maandag uh, om 7 uur s avonds vanaf die tijd op, uh, op zijn of haar iPhone binnenkrijgt. Even Apple D-dossen. Precies, nou ja, daar kunnen ze wel tegen hoor. Uh, daar zijn ze helemaal op berekend. Um, dus dat is leuk. Thijs, jij gaat je bezighouden met politiek deze week? Ja, als het komt. Hè. Als, als, het het goed komt. Is, als het goed is, wordt vrijdag het regeerakkoord geproduceerd. Mm -hmm. Of uh, gepresenteerd. Um, en uh, ja, ik hoop dat daar iets in staat over digitalisering. In ieder geval iets meer dan in het, uh, wat ze nu het hoofdlijnenakkoord noemen. Daar stond heel weinig over in. Ja. Um, maar zoals ieder jaar gaan wij gewoon kijken wat staat er in dat regeerakkoord wat, wat over digitalisering gaat en ook wel wat over Duurzaamheid, bijvoorbeeld de salderingsregeling. Dus ik ga dat doorlezen en ik ga dat, uh, ga dat eens bekijken. Um, al moet ik, ik ga gelijk eventjes erbij waarschuwen: ik verwacht daar niet super veel van. Nee. Uh, de vier partijen hadden ook in hun verkiezingsprogramma's heel weinig concrete punten waarvan ze echt zeggen: Dit is belangrijk. Um, in dat hoofdlijnenakkoord stond ook heel weinig over digitalisering. En ze hebben ook al laten doorschemeren uh, dat, het, uh, dat, dat, ja, dat je ook niet in detail alles moet gaan verwachten nu. Um, maar één ding waar ik sowieso naar ga kijken is... Uh, de uh, macro-economische het... factoren. Precies, ja, precies. Ik ga het kapot analyseren. Hoe Nederland wereldwijd staat, nee. Ik ga um, specifiek kijken naar wat er gaat gebeuren op uh, algoritmegebied. Uh -huh. Dat wordt denk ik sowieso wel een belangrijke, want laten we niet vergeten... twee kabinetten geleden, het kabinet Rutte 3, is gevallen vanwege de toeslagenaffaire. Ja. En dat draaide eigenlijk volledig om een... Uh, vastgelopen algoritme. Sindsdien hebben wij een staatssecretaris voor digitalisering die daar heel veel mee bezig is geweest. En uh, de, de autoriteit persoonsgegevens gaat ermee in de slag. Dus daar, ik, ik vermoed dat daar wel iets over erin staat. Um, en ik ben heel benieuwd hoeveel geld de autoriteit persoonsgegevens gaat krijgen. Want die ja. zeggen zelf dat ze 100 miljoen gaan krijgen. Um, en ik kan me dat niet voorstellen. Nee, ik ook niet. Nou, we gaan het zien. Uh, ja, uh, en en de met Schoofs achtergrond zou je ook al iets verwachten over. AIVD ofzo, toch? of zo, toch? Ja, eventjes zonder de hele politiek te moeten gaan duiden. Dat kunnen andere journalisten uh, veel beter dan ik. Uh, heeft hij daar volgens mij niet zo heel veel over te zeggen in het, in het programma. Hij is minister-president. Hij heeft niet een portefeuille daarop. Uh, dus ja, dat soort punten, dat, 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 dat ligt niet bij hem. Nee, hij heeft dus, wel gelijk telefoons verbannen uit de ministerraad. Dat, ja. uh, dat inderdaad wel. Dus toen zag je ik wel even zijn achtergrond zo. Ja, door, uh, dan zie je het inderdaad verschijnen. Ja. Ja, er zit inderdaad. overal microfoons in. Ja, ja, ja. <laughs> Dankjewel. Dat is net een zaal. Hij heeft wel gelijk. Hij heeft hartstikke gelijk, ja. compleet. Uh, wat we ook nog hebben, is een review van een uh, Philips oled TV, de 909. En uh, dat is wel leuk, want daar heb ik op het internet nog heel weinig reviews van gezien. Daar zijn we dus heel vroeg mee. En uh, nog een verhaal over Telegram. Uh, de oprichter heeft natuurlijk uh, in voorarrest gezeten in Frankrijk. En, um, en uh, daar loopt nu een, een aanklacht tegen hem. En wat voor uh, uh, gevolgen gaat dat allemaal hebben? Wat voor oorzaken heeft dat? Kortom, um, genoeg over te vertellen. Ook dat komt op de site komende week. Rest mij om jullie te bedanken. Dank jullie wel. Doei! Nee! Oh, oh, mag ik, ik dan dan niet van stelen? Oké, Nee, ik wil nog even zeggen, of, of kan jij het einde doen Thijs? Want je kon ook het intro hebben. Nee, goed. het intro ben ik veel beter in dan het outro. <laughs> sorry, dat mag jij. Als je wil reageren, dat kan onder de punt geek, op YouTube of via de mail podcast En dan rest mij nog maar één ding en dat is zeggen uh, dankjewel en tot volgende week. Nou, doei dan! <laughs> doei! doei. <laughs> Hoi! Houdoe!